Vrienden, we staan nu op het moment een sportavond te beginnen waarvan de supportersfederatie de bedoeling heeft om die regelmatig te herhalen in de toekomst. Daar moeten we zeker werk van maken, want het is een schitterende gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen en om vaak vragen die al een tijdje op onze lever liggen, op onze lippen branden, noem maar op, om die hier dan een keer naar voren te brengen en te zien beantwoorden door de mensen die daar het meest van al kunnen over vertellen. Ik zou zeggen, we gaan dat op een hele toffe, sportieve manier doen. Dat wil zeggen, we staan waar we wilden staan, vrienden. Eerste klasse. We hebben daar 2 jaar keihard voor gewerkt en we hadden eigenlijk 3 jaar voorzien. Nu, van klein tot groot, in alle geledingen van de club, is iedereen zich bewust van het feit dat er nog veel werk aan de winkel is. Maar dat is ook logisch. We zijn een heel jonge, dynamische vereniging. Maar de kinderziektes, zoals men dat noemt, die moeten er nog uit. Wel, ik zou zeggen, laat dat het vertrekpunt zijn van deze avond. We mogen vragen stellen, zoveel als dat we willen, met veel plezier straks. Maar laat dat ons allemaal toch een beetje vanuit het standpunt zien van, kijk, we zijn er ons van bewust dat er nog heel wat kan verbeteren. En dat gaan we ook via deze avonden onder andere trachten te doen. Maar in ieder geval, we gaan dat op een heel constructieve manier proberen te doen. Dingen die niet goed zijn, die moeten beter. Daar zijn we ons van bewust dat dat kan en dat er zo nog een aantal dingen zijn, of veel dingen zelfs. Dat zal straks Dirk Poppe ongetwijfeld beamen. Maar we gaan dat proberen aan te pakken op een manier dat, dat het echt constructief is. Voilà, dat is een beetje mijn inleiding. Ik zou zeggen, we zijn bijzonder blij dat we, ondanks het feit dat het morgen Waasland Beveren Club Brugge is, dat we iemand van onze spelers de gast hebben. Niet zomaar iemand, een titularis. En ik zou zeggen om te beginnen toch graag een applausje voor Bas Sibum. Super tof, Bas, dat je er bent. Ik zou zeggen, wat doe jij meestal op een avond voor de wedstrijd? Hè? Want morgen belangrijk treffen met Club Brugge. Wat doe jij in principe op zo'n avond voor de wedstrijd? Dat is eigenlijk niet zo gek veel. Veel uitrusten voor de match. Vaak wordt er in de Eredivisie in Nederland een wedstrijd gespeeld. Ik heb een schoolrol thuis en ook aangesloten op de Nederlandse Eredivisie. Dus dat zie ik vaak. En vaak is het een praatprogramma over voetbal. Voetbal International met Johan Derksen en Boskamp. Ja, absoluut. Vaak erg leuk en grappig om naar te kijken. En pittig. Ja, absoluut. Die zijn erg kritisch. Maar dat is ook goed. Ja, absoluut. Dat hoort ze. Daar komen we straks ongetwijfeld nog op terug. Bas, jij bent afkomstig uit Nieuw-Amsterdam en dat is een deelgemeente van Emmen, klopt dat? Ja, dat is juist, in Drenthe. Ja. Maar naast Bas Sibum heeft daar ooit nog wel een bekend iemand gewoond, een tijdje, weet je dat? Ene Vincent van Gogh, zegt u dat iets? Ja, in Nieuw-Amsterdam, ja, dat klopt, aan de brug. Toch geen een buurman van u geweest of zo? Maar. Nee, net niet. Dat was een beetje voor u, hè? Ja. Dus afkomstig uit Nieuw-Amsterdam, dan bij denk ik een plaatselijke amateurclub beginnen voetballen, Tweedo of zo, klopt die nou? Ja, sportvereniging Tweedo van Tweelingdorp, dus eigenlijk Nieuw-Amsterdam Feyenoord, 2 dorpen aan elkaar. En van daaruit ben ik vertrokken richting Emmen. Dat was toen de eerste divisie nog altijd denk ik, Emmen. Op je 17e daar in de eerste ploeg geraakt. Ja, dat klopt. Hele jeugd doorlopen. En daarna op jonge leeftijd weer de eerste ploeg en eigenlijk direct gespeeld. Ja. Dat is toch heel knap, hè? Op je 17e in tweede klasse hier, hè? Laten we dat zomaar noemen, al meteen in de eerste ploeg raken, dan heb je mogelijkheden als jonge voetballer, denk ik. Goed, u zegt het. En ik was er erg blij mee op dat moment. En toen besefte ik dat het misschien wel eens een lange carrière kon gaan worden. En, ja, daar doe ik nog altijd hard mijn best voor. Ja, schitterend. Dat doe je heel goed. Dat doe je heel goed trouwens. 17 eerste ploeg Emmen, maar dan op je 20e 4 seizoenen naar Twente. En op dat moment in Twente is daar een Belgische trainer aan het werk, denk ik. Ja, klopt. René van der Eiken. Dat was de eerste Belg waar ik mee in contact kwam. Ik zou zeggen, als dat persoonlijk nu voor mij was geweest... Ik vind dat niet zo'n leuke man, maar hoe was dat in jouw geval? Nou, ik moet zeggen, die verhalen heb ik sinds dat ik bij Roda heb gespeeld met Belgische spelers vaker gehoord. Maar mijn ervaring met René van der Eiken was eigenlijk supergoed.
Ik heb veel gespeeld onder hem en ook als mens kwamen we erg goed overheen. Hij is altijd heel erg netjes en beschaafd geweest. En zelfs nog nadat wij onze carrières een andere kant op gingen, af en toe nog geïnformeerd hoe het met mij ging en hoe het met mijn thuissituatie was. Nou, kan hij ook een beetje los zijn, hè? Want wij hebben van René van der Rijken zo dat beeld van een stoere, afstandelijk iemand een beetje. Is die in werkelijkheid zo? Ik als speler heb het niet zo ervaren, maar ook in die tijd naar de pers toe, was het vaak hilarisch. Want het was, de pers was niet de vriend van onze trainer en ja. Hij nam ons vaak in bescherming. Hm. Het is natuurlijk, de ene trainer is de andere niet en je kunt niet met iedere trainer goed overweg. Nee. En, net als een trainer niet met al zijn spelers. En, ik had toevallig met deze trainer een hele goede band. Dat is heel tof om te horen. En zo zie je maar, je moet altijd meerdere klokken horen luiden, zegt men dan. 4 seizoenen Twente, 87 wedstrijden, dacht ik in de eerste ploeg, als ik goed geïnformeerd ben. Maar dat zal niet zoveel schelen, denk ik. Dat is heel knap. Zag je toen al, Bas, dat Twente een ploeg was die mogelijkheden had? Want uiteindelijk is Twente nu toch een van de topclubs geworden in Nederland. Vroeger spraken we altijd over Ajax, Feyenoord. PSV is er dan bijgekomen. Twente vroeger ook nog wel eens, hè, want ze hebben ook wel eens, denk ik, destijds Europees schitterende zaken gedaan. Maar Twente, zag je toen al in jouw periode dat dat een ploeg was waar wat mogelijk was? Twente was in de periode dat ik daar kwam zo goed als failliet. Mm-hmm. En zijn toen begonnen met het plan Twente in de stijgers. En eigenlijk vanaf een nulpunt beginnen tot kampioenschap. En ik heb gelukkig onderdeel mogen zijn van die start. En ik moet zeggen, tot op hele volgende club nauwlettend, want het is een prachtige vereniging en met een schitterend publiek. Ja. Via Twente ben je dan in Roda terechtgekomen, dat is al wat meer onze kant op. Hè. Dat heeft denk ik niet zo lang geduurd, kan je misschien heel kort iets over vertellen, om dan nadien bij NEC Nijmegen te komen. En dat is een interessant hoofdstuk, want daar heb je nog een andere Belg tegengekomen, denk ik. Maar eerst kort nog over Roda. Roda ging naartoe. Die hadden al een tweetal jaren belangstelling voor mij onder leiding van Huub Stevens. Toen kon ik mijn contract gaan verlengen bij of bij FC Twente of ik kon eigenlijk gaan vertrekken. En ik heb toen gekozen voor een stap voor mij in mijn carrière ook als mens me te ontwikkelen. Omdat ik altijd nog op en neer reed vanuit mijn huis naar Enschede en nog bij mijn ouders woonde. Ja. Om de stap te nemen om op mezelf te gaan wonen. Dus daarom de keuze om voor een andere club te kiezen. Me ontwikkelen als mens en als voetballer. En dat komt bij Roda onder Huub Stevens. Eenmaal bij Roda JC aangekomen, vertrok Huub Stevens binnen anderhalve week naar HSV Hamburg. Nee. Dat was een kleine domper. En nam de assistent van... Dat was toch niet door jou, Bas? Nee. Nee, gelukkig niet. Ik denk dat het iets met de aanbieding van HSV te maken heeft. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nee, dankjewel. En toen nam de assistent van Huub Stevens over. Eigenlijk ook een hele goede start gehad. Speelde rond de 7e, 8e plaats in Nederland. Totdat er na de winterstop met een aantal spelers en de trainer een kink in de kabel kwam. Waarvan ik er eentje was. En... Dat heeft niet heel lang geduurd, omdat ik niet langer wou spelen bij Roda. En die wouden eigenlijk dat ik zou blijven, omdat er een andere trainer zou komen. Maar ik heb aangedrongen op een vertrek naar NEC, omdat ik met Mario Been heb gesproken. Ja, dat is een naam die ook al bekend klinkt, maar dat is nog altijd een Nederlander. Je bent in Nijmegen ook wel een Belg tegengekomen, denk ik. Ja, en die zal ik ook niet snel weer vergeten. Dat was Björn Flemings. Ja. Heb je daar een goed contact mee gehad? Want Van der Rijken was de eerste Belg. Ik veronderstel Flemings de tweede. Was die van hetzelfde kaliber? Tussendoor ben ik nog tegengekomen Davy de Vauw. Ja, Roda. Bram ja. Castro, Roda JC. Ja. En nog wat van jullie landgenoten. Ja. Mm-hmm. Daarna Björn Flemings. En ongelooflijk succesvolle periode gekend bij NEC. Samen met de Björn ook. Europees voetbal gehaald. Hij werd topscorer van Nederland en verdiende een transfer naar Club Brugge. Ja. Mm-hmm. Die Flemings, die wordt dan topscorer in Nederland. Dan krijgt hij een lucratieve transfer richting België, Club Brugge. En nu komt hij daar totaal niet aan de bak. Jij als voetballer, begrijp je dat? Nu moet ik heel
netjes gaan antwoorden. Ja, enerzijds begrijp ik het niet, omdat Björn absoluut kwaliteiten heeft. Anderzijds, ja goed, heeft het met iemand te maken die zeer waarschijnlijk niet zo in Björn heeft zien zitten, maar in een aantal andere spitsen die natuurlijk ook van een ja, behoorlijk niveau zijn bij Club Brugge en de concurrentie daar groot is. En ja, wij zeggen Nederland de een houdt van zijn dochter, de ander houdt van zijn moeder. En zeer waarschijnlijk hield Lekens niet zo van Björn Vlemings. Ja. Even terugkomen op Nederland. Je hebt daar juist gezegd, ik heb thuis een schotel staan. Voetbal International, ik volg dat ook. Elke maandagavond en vrijdagavond als het past. En als dat niet past, dan neem ik het wel op. Maar ene Johan Derksen, die heeft het niet zo begrepen op Björn Vlemings. Hè. Die vond dat hij alleen maar kon ingooien. Ze zijn kritisch daar, hè? Ze zijn absoluut kritisch. Ja. En ondanks dat ze wel eens wat doorslaan naar de kritische kant, denk ik dat deze mensen heel veel verstand van het voetbal hebben. Want ze zien werkelijk alles wat zich op de Nederlandse velden beweegt. Ja. Nogmaals, wat betreft Björn Vlemings en Johan Derksen. Johan Derksen is een analist die er nooit voor schroomt om zijn mening te geven. En die was wat Björn Vlemings betreft niet zo gunstig. Dus goed, niet iedereen kan van jou als speler houden. Dat zal bij mij ongetwijfeld niet anders zijn als bij de Björn. Hè. De een die vindt me een goede, de ander die vindt me verschrikkelijk slecht. Ja goed, daar heb je mee te doen als voetballer. Ja. En toen al was het dus, je hebt die naam ook laten vallen, een zekere Mario Been. Ik heb toen ook via Voetbal International op televisie leuke dingen gehoord over wat er bij NEC Nijmegen gebeurde. Ik denk dat Mario daar kwam op een moment dat jullie op het punt stonden om te degraderen, als het ware. Alhoewel, ja, midden in het seizoen kan je natuurlijk niet degraderen, maar het was zeer slecht met de club. Toen kwam Mario en het klikte plots, de groep ging paintballen, als ik me nog herinner. En de boel was vertrokken, hè. Ja, dat was nog voor mijn komst. Ik kwam in de winterstop. Toen stond NEC stond op plek 17 in de Eredivisie. En iedereen verklaarde mij van gek dat ik er naartoe ging. Maar ik heb altijd keuzes gemaakt op basis van gevoel. En mijn gevoel was dermate goed na het gesprek met Mario Been. Dat ik op de terugweg tegen mijn vader zei dat het rond moest komen. Misschien een gekke beslissing, maar ik had er een goed gevoel bij. En daar stond eigenlijk gewoon een hele goede ploeg. En we hebben na de winterstop geloof ik geen wedstrijd meer verloren. En hebben een ticket voor Europees voetbal gehaald. Ja. En die Mario Been, wat is dat nu voor iemand? Hè? Want zo'n jonge gast eigenlijk, bij Feyenoord, ik ga niet zeggen dat die mislukt is, want die maakte daar, en nog altijd trouwens, een bijzonder moeilijke periode door. Veel schulden, men is die schulden aan het herschikken. Enfin, een heel ingewikkeld proces. Daar is hij niet helemaal geslaagd, maar verbaast het jou dat hij nu zulke mooie resultaten haalt met Genk? Nee, absoluut niet. Want Mario is buiten dat hij een geweldig mens is, een geweldige trainer. Hij heeft een transfer gemaakt als trainer zijn van NEC naar Feyenoord, omdat het zijn club is. Hè. Het is een kind van Feyenoord. Ik denk dat dit typisch een geval was van op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. Hè. Ja, meer dan 30 miljoen schuld. Ja. Veelal oude routiniers die terugkwamen. Mm-hmm. En de groep was een beetje verstoord. Ja. En, erg zonde dat een kind van de club, het is en blijft een echte Feyenoorder, toch slachtoffer is geworden van een moeilijke periode. Mm-hmm. En Basse Bum, die bleef dan niet bij NEC Nijmegen op de duur, die komt dan terecht bij Alemannia Aachen. Wat mij daarvan bekend is, via mijn bronnen, is dat een zeer ambitieuze club was in de tweede klasse in Duitsland. Club met een compleet nieuw stadion, met ongelooflijk veel ambitie. En het resultaat is dat Alemannia zakte. Hoe kan zoiets gebeuren? Dat is nog steeds iets onverklaarbaars. Alemannia die vandaag failliet is verklaard. Dus daarmee wel de ondergang van vorig jaar is ingezet eigenlijk, wat ook het grote probleem was. Ik ben er gekomen door Erik Meijer. Een voetballer nog. PSV nog gespeeld. PSV, Hamburg, ja. Liverpool. Hmm. Ook een gesprek mee gehad, het stadion gezien, splits met een nieuw stadion van 30.000 mensen en de ambitie om binnen 2 jaar kampioen te worden. Een heel plan gezien, hoe dat er dan uit moest gaan zien, hoe de ploegen op zouden worden gebouwd, het eerste seizoen, het tweede seizoen, wie erbij zouden komen, wat de plannen waren. Ja, en eigenlijk hetzelfde verhaal, ook op de terugweg weer gezegd van jongens, dit moet doorgaan, want het is een fantastische club en ik wil graag mee naar de Bundesliga. En 4 trainers en 2 technische directeuren later zijn we gezakt. Verschrikkelijk, hè? Maar anderzijds wel
een fantastisch bewijs dat in het voetbal niet alles te koop is, maar kan veel plannen. Mensen in het voetbalwereldje doen niet anders, denk ik, dan plannen en altijd maar goede plannen, denk ik, maar het komt niet altijd uit. En dit is daar, denk ik, een sprekend voorbeeld van. Nu, als Nederlander, Hollander in Duitsland, man, hoe speel je dat klaar? Want als je het mij vraagt, is dat toch water en vuur? Nederlanders en Duitsers. Ja, maar voor mij niet. Mijn vader heeft vroeger altijd zijn zaken in Duitsland gedaan. En nam als klein kind de telefoon altijd al op. Dus ik sprak vroeg Duits. En dat kwam goed van pas. Ik wou eigenlijk al vragen. Bas, dat klinkt oer-Hollands. Hè? Mag ik dat zeggen? Ja. Maar Siboom, dat zou best in Duitsland kunnen geweest zijn. Hè? Laten we dat nog even scheiden. Voilà. Was er interesse, Bas, om toen je, laten we zeggen, het onheil voelde aankomen in Alemannia Aachen, was er interesse eventueel van jouzelf ook om in Duitsland te blijven? Of wil je toch met die slechte ervaring in het achterhoofd daar zo snel mogelijk daar weg? Nee, want het was een fantastische competitie. En ja, ondanks alles ook een heel goed niveau, ik denk, te vergelijken met hier de eerste klasse Nederland. Stadions die bomvol zitten met 40.000, 50.000 mensen. Dank u. Dus het was een fantastisch jaar. Mm-hmm. En ja, goed, een hele mooie competitie. Mm-hmm. Hoe en waarom heb je dan uiteindelijk voor Waasland Beveren gekozen? Want dat is een raadsel natuurlijk. Die ploeg komt net over van de tweede klasse. Promotie, dan weet je al bij voorbaat dat niet makkelijk zal worden. Dan heb jij toch de lef om voor die club te kiezen. Ja, ik stond eventueel voor een terugkeer naar Nederland. Ik heb daar met een aantal ploegen gesproken. Maar toen gesproken met Dirk Poppen. En ja, voor mij was de uitdaging om toch weer in een ander land, in een andere competitie. Ja, kan ik me ontwikkelen. Ik heb ooit een trainer gehad, Fred Rutte, die zei het is allemaal bagage en dat neem je mee. En ja, dat wou ik ook graag hier doen. Hè. Toch weer een iets andere cultuur. In Duitsland ook een andere cultuur, andere taal. En een andere competitie. En ja, goed, dat is een ervaring voor mij als speler die ik eventueel later in de voetballerij, waar ik graag actief in wil blijven, mee kan nemen. Ja. Dus je hebt je een klein beetje toch laten verleiden door Dirk Poppen, ik moet eerlijk zeggen. Ik vind ook altijd, als ik die man bezig word, dat ik daar fantastisch kan naar luisteren. Jij bent een beetje in hetzelfde geval. Ja, absoluut. Dat horen we graag. We zitten hier met bekwame clubleiders, dat mag ook wel eens gezegd worden. In deze iets moeilijkere tijden toch. Hè? Het is niet altijd makkelijk, maar dat is wel eens leuk om te horen. Ken jij Van Vossen, Van Ankeren, Van Ham? Zeggen die namen nu iets? Als je Peter Van Vossen bedoelt, ja, die ken ik. Die bedoel ik inderdaad, ja. Ja. Ik ken ook een of andere Jelle, maar vaak van gehoord. Ja, nee. Van Ankeren zei je. Ja, dat was Edwin. Een spits rechtsbuiten. Mm-hmm. Had bij PSV gespeeld. En Maurice Van Ham. Van Ham? Ja, Maurice Van Ham. Zegt u dan niet zoveel? Nee. Oh, Maurice zal het niet leuk vinden, moet ik zeggen. Maar goed. Excuses. niet erg. Het was trouwens de schoonbroer van Peter Van Vossen. Okay. Ondertussen niet meer, moet ik zeggen. Maar goed, dat is iets dat ook snel gaat in het leven natuurlijk. Ja. Ja, we hebben hier schitterende voetballers gehad uit Nederland met Van Ankeren, Peter Van Vossen, dus Oranje bereikt enzovoort enzovoort. Wat me verbaast, Bas, is waarom zitten hier eigenlijk niet zoveel Nederlanders meer? Want er is ooit wel een periode geweest dat er hier meer terug te vinden waren. Boskamp, De Pree, noem ze maar op. Enfin, we hebben hier schitterende voetballers gehad uit Nederland. Waar zijn ze? Ondertussen zoeken ze andere oorden op. Nou, de hele grote talenten, die vertrekken toch naar nog mooiere competities dan de Nederlandse of de Belgische. Engeland, Spanje, Italië, mm-hmm. Spanje zelfs. En ja, voor de rest zijn er ook veel jongens die voor buitenlandse competities kiezen. En tot op heden nog niet zoveel de Belgische, maar ik denk dat het meer en meer wordt. Ja. Maar is het toch inderdaad ook wel te verklaren een stukje door het feit dat in Nederland sowieso, als het gewone doorsnee voetballers zijn, dat zij dan toch iets makkelijker de kost verdienen in Nederland? Of iets beter betaald worden dan hier, op hetzelfde niveau? Nee, dat is denk ik wel achterhaald inmiddels. Toch? Ja, ik denk dat dat steeds meer naar elkaar toe is gekropen de afgelopen jaren. Wat ook geldt voor het niveauverschil tussen beide competities. Dat was geen vraag die in mijn lijstje stond, zo bij manier van spreken, maar ik heb jou nu al een aantal trainers horen opzonderen, waaronder Rutten, uiteraard ook Mario Been. Je kan er waarschijnlijk nog wel een paar noemen. Je hebt al wat meegemaakt, hè, man, qua namen van trainers. Je bedoelt, ik word een oude lul? Nee, niet echt. Geef niks, Patrick. Ik kan het hebben. Nee, maar dat is toch fantastisch. Dat is het kruin van het trainerswereldje momenteel in Nederland, hè?
Ja, dat zijn toch wel de erg goede trainers waar ik mee gewerkt heb. En ja, dat is hartstikke mooi om mee te maken. En ik hoop er zo nog een aantal mee te mogen maken. Ja. Is er dan eentje waarvan je zegt tot nu toe, dat was degene bij wie ik mij het best heb gevoeld of met wie ik het best kon opschieten ofzo? Want ik neem toch aan dat er eentje is die jou het meest ligt. Je hebt Van der Heijken onder andere al genoemd. Is dat de naam die jij naar voren schrijft? Nou, u heeft het net aangehaald. Ik heb het geluk tot nu toe in mijn carrière gehad dat ik echt met hele goede trainers heb mogen werken. En ik zou daar één iemand tekort doen als ik, als ik die eruit zou pikken. Mm-hmm. Van der Heijken heb ik hele specifieke dingen van geleerd. Maar ook het Europese avontuur met Mario Been is iets om nooit te vergeten. Fred Rutten is een absolute toptrainer. Ik dirigeer dat natuurlijk ook. Dus, daar komen we nog op terug. Nee, goed, het is absoluut een eer. En ik zou iemand tekort doen als ik een ander eruit zou pikken. Als ik het zo hoor, dan ben je een geboren trainer. Hè. Met die ervaringen, met die mix van ervaring van de verschillende trainers, kan je niet anders dan een schitterend trainer worden. Nou, eerlijk gezegd hoop ik het. Toen ik 21 was, heb ik mijn diploma's gehaald die ik tot nu toe kon halen. Net als een aantal andere cursussen die betrekking hebben op de voetballerij. En ja, ik hoop er ooit iets mee te kunnen doen. Mm-hmm. Zeg Bas, je hebt, laat ik het noemen, 3 voetbalculturen tot nu toe meegemaakt. Hè? In Nederland begonnen, dan de stap naar Duitsland, nu België. Mogen we spreken van 3 verschillende voetbalculturen? Merk je dat echt goed dat in elk van die specifieke 3 landen op een andere manier wordt gevoetbald? Dat er een andere benadering aanpak is van het voetbal? Ja, absoluut. Dat is zelfs een heel groot verschil. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik in Duitsland de meeste beleving heb gezien bij supporters tot nu toe. Dat was echt iets bijzonders als wij s'avonds om 8 uur voetballen dan. Ik denk dat er rondom het stadion 15.000 man was om 4 uur 's middags. En ja goed, dat is toch iets wat je niet overal meemaakt. Ja. Is dat dan het land waar je tot nu toe het meest hebt opgestoken? Nee, dat is in Nederland geweest, omdat ik daar mijn jeugd heb gehad. Echt de Nederlandse voetbalschool heb geleerd. Ja. Wat denk ik toch, waar we trots op kunnen zijn in ons kleine landje. Hè? En goed, soms ook verdedigend erg naïef, maar toch voetbal tactisch en technisch... erg vooruitstrevend is. Verdedigend, naïef zeg je, aanvallend, alles op de aanval zeg maar, hè? Heel positief ingesteld. Ja, alles, de gedachte is vanuit balbezit en vanuit je eigen kunnen, positiespel en vanuit daaruit doelpunten maken. En naïef is het wel, maar dat zie je ook vaak terug in Europese competities of zelfs bij het Nederlands elftal. Mm-hmm. Ja, het wordt tijd dat we zo ook nog eens iets gaan zeggen over Waasland Beveren. De heenronde zit erop, 15 wedstrijden gespeeld. Maak eens een balans op kort. Als ik heel kort kan zijn, dan hebben we te weinig punten gehaald. Zo makkelijk is het. Ja. Ik denk dat we op dit moment niet op een plek staan wat we verdienen. Maar we staan er wel. En wij moeten zorgen dat we over 15 wedstrijden of meer wedstrijden op een plek staan wat we met z'n allen wel willen. En dat we niet over scheidsrechters pech of geluk gaan spreken. Die balans kunnen we opmaken aan het eind van het seizoen. Ik denk dat we tot nu toe meer verdiend hadden, maar het niet hebben. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we iets meer krijgen. Hmm. Want de groep, hangt die goed genoeg aan elkaar? Ik stel gewoon die vraag, niet dat ik iets vermoed of dat ik iets opgevangen heb. Maar er zijn toch heel wat nationaliteiten ondertussen in de groep. Is dat makkelijk om daar een hecht blok mee te vormen? Dat heeft mij verbaasd hoe makkelijk het eigenlijk tot nu toe is gegaan. Ondanks ook wel een periode van wat mindere resultaten, gevolgd door wat gelijke spelen en winstpartijen wellicht, is me opgevallen dat de groep heel dicht bij elkaar is gebleven. Ondanks vele nieuwkomers, ook het zijn niet alleen nationaliteiten, maar ook veel nieuwkomers. Hè? Absoluut, maar ik denk een compliment aan de staf en aan de club, de mensen van de club die daarmee te doen hebben. Hè, vanaf Dirk Poppen tot aan onze materiaalmensen, die de boel bij elkaar houden. En ik denk dat onze groep in ieder geval een compliment gemaakt kan worden. Dat horen we graag, want inderdaad, 15 wedstrijden gespeeld, we staan voorlaatste. We moeten één plaatje nog omhoog en dan ontlopen we die vervelende 15e en 16e plaats. Maar ik moet eerlijk zeggen, ondanks het feit dat we daar staan... Zijn er nog wel mogelijkheden, hè Bas? Uiteindelijk, die eindronde is achter de rug. We wisten dat het niet makkelijk zou worden, laat ons eerlijk zijn. Het zou moeilijk worden.
Maar we doen nog mee, we zijn nog van belang, we kunnen het nog de anderen zeer moeilijk maken. Hè? Ja, we zijn volop in de race. Daarom is het jammer dat je jezelf niet beloont met de laatste thuiswedstrijd tegen Charleroi, waar wij denk ik 8-9 keer een 100% kans hebben voor de keeper van Charleroi. En maar twee kleine, of één hele grote kans voor rust en een kans na rust weggeven. Het was erg solide. En op dit soort momenten moeten wij volwassener worden en onszelf gaan belonen. Want dan ben je op gelijke hoogte met Charleroi, sta je er iets beter tussen. En wordt het allemaal iets gemakkelijker met een thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Nu pak je een puntje, blijf je toch op achterstand en dat is zonde. We hadden onszelf moeten belonen. Ja. Mm-hmm. Nu, ja, als er nu zouden mensen aanwezig zijn die jou niet zo goed kennen als voetballer, maar dat is natuurlijk kwats, want iedereen kent jou, want dat zijn allemaal de betere supporters die hier zitten. Maar ik zou zeggen, ik kan de vraag stellen van wat zijn je positieve punten, wat zijn je negatieve punten. Ik ga het anders formuleren. Je bent titularis, waaraan heb je dat te danken? Ik hoop aan mezelf en aan de trainer. Over goede en slechte punten spreek ik überhaupt niet. Dat moeten de mensen hier die in de zaal zitten maar doen. Hè. Die zijn tenslotte supporter en kunnen het beoordelen en mogen het beoordelen. Ik doe elke dag op de training heel hard mijn best om titularis te zijn, om de club te helpen en om in de eerste klasse te blijven. En dat blijf ik doen zolang ik hier in dienst ben. Mm-hmm. Ook heel praatvaardig, heel mondig. Hoe vinden de scheidsrechters dat? Wellicht iets minder, maar ik moet zeggen dat velen die hadden angst na mijn eerste wedstrijd, oefenwedstrijd, dat het een regen van kaarten zou zijn. Ik denk dat ik inmiddels ervaring genoeg heb om dat in te schatten, hoe een scheidsrechter reageert, wanneer je wel iets kan zeggen, wanneer je iets positiefs moet zeggen. Ik zeg ook heel vaak positieve dingen aan de scheidsrechter, dat hij een goede beslissing heeft genomen, ondanks dat we misschien bijvoorbeeld Jurgen Cavens de gele kaart kreeg na een zwelbe, dan geef ik hem een compliment. Maar dat ziet niemand en dat hoeft ook niemand te zien. Maar dat zijn dan momenten dat je moet gebruiken om hem later even weer open te kunnen schelden. Ja. En wat zegt Jurgen Cavens dan als jij die scheidsrechter daarvoor feliciteert? Ik denk dat hij... Hij heeft dat niet gezien. Hij heeft het niet gehoord en niet gezien, dus laten we dat zo houden. Ja, voilà. Dat zwijgen we stil hier vanavond. Hè. We kunnen er uiteraard niet omheen, Bas, dat op een sportavond waar je, laten we zeggen, op de 15e plaats staat, dat dan eens even een woordje wordt gesproken over de coach, over de trainer, Dirk Erard. Ja, ik zou de micro aan jou geven, maar je hebt hem al natuurlijk, van waarom moeten we met Dirk Erard verder gaan? Hou eens een mini-pleidooi voor hem. Nou, ik denk niet dat ik de aangewezen persoon ben om een pleidooi voor de trainer te gaan houden hier. Ik denk dat hij hier in het verleden genoeg bewezen heeft waarom hij een goede trainer is. En het niet aan mij is om dat te beoordelen. De trainer weet wat ik van hem vind en dat is het belangrijkste. En ik denk dat hij heeft bewezen waarom hij hier de coach is. Ja. Hij wordt wel eens met de vinger gewezen door de supporters, omwille van zijn misschien iets wat voorzichtige aanpak. Een aantal thuiswedstrijden, onder andere ook tegen Charleroi, waarin we een schitterende tweede helft spelen. Dan vragen de supporters zich wel eens af, waarom begin je niet met die ingesteldheid vanaf de eerste minuut? Maar dat heeft niks met de trainer te maken. De trainer maakt de opstelling. En wij moeten het uitvoeren. En vanaf het moment dat de fluit gaat, heeft de trainer heel weinig invloed meer behoudens aan in de rust. Maar ik kan jullie toch vooraf zeggen van mensen, voorzichtig beginnen en opletten dat we niet te snel een doelpunt incasseren? Nee, dat zegt deze coach niet. Juist andersom. Ik denk dat wij juist het tegendeel moeten doen. En minder doelpunten moeten slikken dan dat we gedaan hebben. Dat het een beetje naïef was hoe wij een aantal wedstrijden goals hebben tegengekregen. Wij zijn een aantal keren geslacht op de counter. Iets wat een ploeg als Waasland Beveren, die toch ook onderin staat, niet mag gebeuren. Dus de supporters die denken dat hij verdedigend speelt, hebben het bij het verkeerde eind. Ja. Was er toch ook niet een beetje het feit dat tegen Waregem hier thuis, Zulte Waregem, dat hij een iets andere aanpak genomen heeft, dat we misschien toen direct al wilde gaan voor de overwinning en dat we eigenlijk toen meerdere keren op de zijn ontsnapt aan meerdere tegendoelpunten, alhoewel zelf ook heel wat kansen, vooral de tweede helft dan, hebben gemist. Moest hij niet een beetje voorzichtiger spelen, denk je? Nou, ik denk met name dat Zulte Waregem ons overklast heeft, de eerste 20 minuten. Ja, maar toch konden jullie op plaats nog rustig een puntje pakken, mee wat mee wel. Zolang het 1-0 blijft, heb je kans. Ja. En zij hebben het nagelaten om ons 3-4 goals om de oren te schieten hier. En
wij hebben de tweede helft ook verzuimd om de gelijkmaker te maken. Ik denk niet dat het echt met het speelstijl te maken had die avond. Ja. Zeg Bas, als je vaker naar RTL 7 luistert en Voetbal International, dan kun je dus tegen een stootje, nu ik ga geen stootje uitdelen hoor. Ik ga alleen zeggen van, mag ik en een aantal supporters de indruk hebben dat je ook een iets wat moeilijkere periode doormaakt, dat je de pasjes iets minder goed toekomen dan in het begin, dat je, laten we zeggen, laat toekomen hier, constant gespeeld, begint dat een beetje te wegen? Nou, ik denk dat het inderdaad een hele goede start was. Met, heel sterk. Met heel veel wedstrijden heel goed. Daarna inderdaad een wedstrijd van 2-3 wedstrijden wat minder. Waarvan ik vind dat ik altijd nog een voldoende heb gespeeld. Want er gaat weinig mis, maar het was ook niet goed genoeg om beslissend te zijn. En dan, ik bedoel, beslissend te zijn in verdedigend opzicht en in tactisch opzicht. En niet in het passeren van mensen en scoren van goals, want daarvoor ben ik hier niet. En ik denk toch wel een paar keer dichtbij geweest. Hè? Ja, maar goed, reken niet op 10 goals na de winterstop. Nee, dat doet niet. En ik denk dat het de laatste wedstrijden weer de Bassie Bum is die hier ook in het begin gespeeld heeft. En ik ben blij dat het tij weer aan het keren is. Dat horen we graag. Kunnen Nederlanders beter om met kritiek dan Belgen hier bijvoorbeeld, omdat jullie daar meer gewend zijn van mee om te gaan? Nou, wat ik tot nu toe gemerkt heb, met name bij Rode JC en later ook met Björn Flemmings, is dat Nederlanders heel direct zijn. En in Zuid-Limburg, waar ik speelde bij Roda, en ook de Belgische mensen daar iets meer moeite mee hebben. Hè? Dus ja, of dat kritiek is. Nederlanders worden hier vaak gezien als mensen met een grote mond of arrogant. Nou, ik ben wars van arrogantie, maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken dat ik een grote mond heb, omdat ik veel praat en heel direct ben. Ja, dat is voor mensen met een ander karakter wel eens lastig, maar ik denk dat dat niet slecht hoeft te zijn. Mm-hmm, absoluut niet, absoluut niet. Nu, ik vraag dat gewoon maar omdat we daar juist over Johan Derksen even gepraat hebben en de manier waarop hij zijn programma met succes overigens mee bepaalt. Ja, je zegt zelf van die mensen kennen veel van voetballen, van voetbal. Nu, ik moet eerlijk bekennen, de manier waarop ik Johan Derksen soms hoor praten over hele goede voetballers, de denigrerende manier, moet ik eerlijk bekennen. Als ik moest voetballer zijn en men praat zo over mij, daar zet ik nooit een voet in de studio. Hoe ervaar jij dat? Zou jij met zo'n man als die jou zit tot in de grond af te breken nog willen te woord staan? Ja, ik moet niet meer in Nederland gaan voetballen, want tot op heden was hij heel positief. Dus ik moet me er niet meer aan wagen. Nou, we hebben wel inderdaad in de wedstrijd wel eens momentjes dat we zeggen, dit komt maandagavond even terug. Dat hadden we wel eens, gewoon uit de gein in de wedstrijd hadden we het dan over dat Boskamp hem wel zou aanhalen of Gené of Derksen. De manier waarop hij dat doet, hè, dat is ook zijn succes. Het is niet altijd even eerlijk, het is geen hoor en wederhoor. De spelers zitten thuis en hij kan zijn relaas doen. Niet altijd even eerlijk, soms ook niet allemaal terecht. Maar vaak wordt hij nog op handen gedragen door diezelfde voetballers die van hem al heel veel kritiek moeten slikken hebben. Hè? Ja, maar Nederlandse spelers, of tenminste de Nederlanders kunnen wat dat betreft goed tegen kritiek. En je weet zelf donders goed wanneer je goed gespeeld hebt of slecht gespeeld hebt. Wie daar ook altijd in de studio zit en het fantastisch doet, mag ik dat vinden, dat is René van der Gijpen. Ja, ik persoonlijk vind het echt een held. Ja, ik vind het ook schitterend, ja. En ik vind het verreweg de beste analist die we hebben. Absoluut. Hij is echt een komiek, maar kan tot in detail treden wat iemand anders niet kan of wat iemand anders niet kan. En is hij ook een voetbalkenner, want hij kan formidabel goed praten, kan het publiek enorm amuseren. Maar is hij ook een kenner? Ik denk van wel, maar hoe jij als voetballer... Dat is wat ik probeerde te zeggen. Buiten dat hij het publiek entertaint, vind ik hem de beste analyticus, omdat hij echt verschrikkelijk veel verstand van voetbal heeft. En eigenlijk... de plank nooit mislaat. Nou, schitterend. Morgen, Bas, Waasland, Beveren, Club Brugge. Ik weet niet of dat je dat verstaat als ik zeg van, zit je al met de poepers? Nou, ik denk dat u vraagt of ik angst heb. Ja, inderdaad. Ik heb nooit angst. En, dat hoor ik graag, man. Dat is fantastisch. En ik denk dat wij ook geen angst hoeven te hebben van Club Brugge thuis. Hè. Ik hoor net dat het wat meer publiek zal zijn dan anders. En als dat ons gaat steunen en dat kan ons een boost geven, ben ik op dit moment
ja, ik ben nooit voor iemand bang en zeker voor Club Brugge op dit moment niet. Ja. Nu, eerlijk gezegd, in het supporterskringetje was men bang van, zullen ze een trainer hebben tegen zaterdag? Gaan ze geen hebben, wel een, er is er een. Hebben jullie dat ook zo in de kleedkamer beleefd van, verdorie, laten we hopen dat ze nog geen coach hebben, want dan maken we meer kans? Nee, absoluut niet, want ik denk dat het eigenlijk helemaal niks uitmaakt of er nu iemand voor de groep staat bij hem of niet. Hij kent zijn spelers niet, de spelers kennen hem niet, hij heeft geen accenten kunnen zetten. Dus er zal weinig verandering zijn tussen het Brugge van de afgelopen weken en van morgen. Ja. Een ploeg die 5 man na elkaar verliest, denk ik, en dat is het geval met Club Brugge, die kunnen onmogelijk, denk ik, dan met vertrouwen naar de Vreetil komen. Maar anderzijds, weet jij zo goed als ik, en dat is nog niet alleen in het geval van Club Brugge zo, het moet daar toch eens keren. En zijn jullie niet bang dat dat toevallig morgen zal zijn? Nou, bang zeker niet. En het is aan ons om te bewijzen dat ze dat niet tegen ons gaan doen. Wij moeten zorgen dat we 3 punten hier houden, want het is voor ons zeker net zo belangrijk als voor Club Brugge. Het is daar crisis, maar wij hebben de punten ook heel hard nodig, denk ik. Ja. Mag je al iets zeggen over wie er zal spelen in de plaats van Lardema? Ik zou het graag willen doen, maar ik heb geen idee. Meen je dat echt? Dat meen ik echt, anders zou ik het zeggen. Ja. Is dat een goede zaak dat een speler die in de ploeg staat niet eens weet wie bij manier van spreken achter hem straks of morgen zal starten om de gaten te dichten? Nou, normaal heb ik een idee. We hebben vandaag getraind. En ja, er zijn toch een aantal jongens gestopt met de training. Er hebben een aantal jongens niet getraind. Dus het was een andere training dan anders. Ja. En niet alle jongens waren aanwezig. Dus ja, ik kan er geen zinnig woord over zeggen. Hmm. Er zijn mensen die zeggen van, kijk, tegen dit Club Brugge, onder andere Christophe Snelders heeft mij dat nog deze week gezegd, van Brugge heeft geen vertrouwen. Vanaf het begin geloven in de kansen. Proberen althans natuurlijk, want dat klinkt allemaal heel simpel en eenvoudig, maar dat is het uiteraard niet. Maar moeten we vanaf het begin geloven in onze mogelijkheden tegen Club Brugge, of moet het toch ook wel een beetje tactisch zijn? Ik denk dat je beide moet doen en dat voor ons geen verschil maakt of we tegen Brugge spelen of tegen Lokeren of tegen Charleroi. Wij gaan uit van onze eigen kracht en we kijken waar de zwakke plekken zitten bij de tegenstander. En dat is elke week ergens anders. Dat is elke week een andere ploeg, maar wij weten wat wij kunnen en dat is het belangrijkste. Wat vond je onze beste wedstrijd tot nu toe? Ik moet zeggen... We hebben er maar 2 gewonnen, maar dat hoeft daarom niet per se samen. Nee, absoluut niet, want ik vond Lokeren eigenlijk heel erg goed. Ondanks dat we te weinig gecreëerd hebben, hebben we heel volwassen gespeeld, weinig weggegeven. Net als tegen Charleroi. Mm. En ja, iedereen zegt, je had meer moeten durven. En dat hoor ik trouwens vanavond, ik heb het ook van de supporter in de Albert Heijn gehoord. Ik was het er absoluut mee oneens. Ja. Want wij hebben daar gewoon heel volwassen gespeeld, niks weggegeven en een stuk of 8-9 kansen gecreëerd. Ja, mensen, als je iets meer wil verlangen in de fase van waar wij staan, ja, dan is het niet realistisch, denk ik. Leef je soms een beetje mee, Bas, met die trainer die dan van op zijn bank moet toezien hoe zijn pionnen op het veld die kansen stuk voor stuk de nek ombrengen en daar uiteindelijk zal op beoordeeld worden? Ja, natuurlijk. En dat is voor de spelers natuurlijk net zo. Hè? Het is voor een trainer niet anders dan voor de spelers. Als je een tweede helft met name zo domineert, toch voor de rust ook kansen creëert en maar eentje weggeeft via Kaya. En je zit na die tijd in de kleedkamer en je kijkt elkaar aan en je hebt niet gescoord. En je hebt geen 3 punten. Ja, dan is het erg pijnlijk, omdat je zoveel meer verdiend had. En ja, goed, nogmaals, we moeten hier niet zielig gaan lopen doen van we hadden meer verdiend en we hebben pech gehad. En we hadden op Leuven moeten winnen en je verliest met 5-2. Ja. Dat telt allemaal niet. Dat telt over 15 wedstrijden. En wellicht zeggen we dan tegen elkaar van we hebben iets meer gekregen dan dat we vriend hadden, maar we zijn wel in de eerste klas gebleven ruim. Daar hopen we op natuurlijk. Nog één ding zo stilaan. Wesley Sonck, dat is een grote naam. Hij is er nog niet zo lang bij, een match of 4 gespeeld. Hoe is die in de groep opgevangen of hoe hebben jullie hem ervaren? Want ik moet eerlijk bekennen, tot over een paar jaar vond ik Wesley Sonck ook wel, allez, ik ga mijn woorden wikken en wegen, maar een klein smeerlapje, mag ik het zeggen? Dat klinkt toch lief, hè? Klein smeerlapje. Uiteindelijk, ja, schitterende voetballer in theorie, wordt een dagje ouder. Hoe zit het? Kan dit de club iets bijbrengen? Dirk Gerard was daar vooraf nogal lovend over van dit is de man die, laten we zeggen, misschien de band kan breken. Maar goed, tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Hoe ervaren jullie dat? Nou, wij hebben hem als groep
denk ik, heel goed opgevangen. Ik denk dat het voor een speler heel makkelijk is om in deze groep te integreren. Dat is sowieso geen moeilijk iets. Buiten dat u zegt een smeerlapje, ik had er graag wat meer smeerlapjes bij. Want ik vind ons af en toe te lief. En ik denk dat we geen smeerlap genoeg kunnen zijn in deze periode. Hè? Mensen en ploegen moeten het vervelend vinden als ze tegen ons moeten spelen. En een vervelende avond hebben. En ja, wat dat betreft is het mooi dat Bessie er is. Die heeft veel ervaring, raakt niet snel in paniek. En dat hebben we nodig. Ja, ik bedoel met smeerlapjes soms ook. Ik heb hem op bepaalde momenten in de eerste minuten na een wedstrijd die met Lierse destijds niet werd gewonnen. Interviews horen weggeven op de radio waar hij ontzettend ontgoocheld was. En Jan en Anna Man om zich heen tegen de schenen schopten omwille van zijn teleurstelling. Zijn jullie dan niet bang voor dat hij ook een beetje keet gaat schoppen als het nog een paar keer misloopt? Nee, helemaal niet. Ik moet zeggen dat ik hem tot nu toe helemaal niet zo ervaren heb. Het is echt een goede kerel. En ja, ik denk dat het aan onszelf is, aan de groep zelf, als iemand buiten de pot piest om aan zijn woorden te trekken. En dat soort dingen niet te accepteren. Maar ik ben er helemaal niet bang voor. En dat geldt voor niemand bij ons in de groep. Mm-hmm. Zeg Bas, met een Israëliet en een Palestijn in de ploeg en zo weinig oorlog in de 16, hoe kan dat? Ja, nou dan moet ik zeggen, dat is, we hebben wat dat betreft te weinig gescoord. Hè. Het ja. is, ik heb het toevallig vandaag met die coach over gehad. Het zijn natuurlijk Israëlieten, Palestijnen. Het is ja, voor die jongens natuurlijk ongetwijfeld ook niet makkelijk. Hè. Ja, ja, want merk je daar nu iets van? Ik zei het voor de grap natuurlijk, ik ben absoluut geen racist. Maar dat ligt heel gevoeligheden ten dagen. Hè. De Palestijnen, de Israëlieten, Israël, het gaat daar momenteel niet goed. Merk je dan ergens bij de jongens een bepaalde ingetogenheid, een angst, een vrees of ja, kan dat in één groep samenleven? Nou, het gaat hier heel erg goed samen. Ja. Ja, ik heb ze er vandaag naar gevraagd en ja, ik moet zeggen, ik vond ze vandaag erg vrolijk. Want toen ik thuis kwam met het nieuws zag en las, is dat het steeds maar erger en erger wordt daar. En ja goed, ik hoop voor de jongens in godsnaam dat ze er niet heel veel last van hebben met familie en vrienden. En dat het betrekking heeft op hun spel. En dat zou natuurlijk erg jammer zijn. Maar goed, zo zie je maar weer dat voetbal ook weer erg betrekkelijk is. Ja. Jij bent geen kapitein, dat is Christophe Lardenwa. Maar als ik zo hoor van kijk, ik vraag die jongens naar het feit hoe ze dat beleven, die gebeurtenissen in hun thuisland. Kan ik alleen maar zeggen, dat is toch klasse van jou om ook interesse te hebben voor die achtergrond. Want uiteindelijk zijn voetballers ja, ook mensen, hè. Ja, het zijn net mensen, ongelooflijk, hè? Ja. Nee, ja goed, ik denk dat het de enige basis om succesvol te zijn als speler, als groep, is als je thuissituatie goed is, als je je goed voelt. Als je je goed voelt, dan kun je presteren en anders niet. En ja goed, dat geldt denk ik voor ieder in onze groep. En als je de een af en toe een keer ergens mee kan helpen, dan moet je dat niet nalaten. Dat is zo inderdaad. Bas, hoe schat je tot slot, wat mij betreft dan, onze behoudskansen in? Je bent een nuchter iemand, dat heb ik nu op dat korte interviewtje tot nu toe ervaren. Iemand die durft zeggen waarop het staat. Hoe schat je onze kansen in? Ja, ik ben er echt heel erg positief over, omdat ik... Maar moet je dat zijn? Nou ja, moet ik het zijn, maar als ik het niet zou zijn, zou ik het ook gewoon eerlijk zeggen. Want daar ben ik te eerlijk voor. Ik vind ons niet minder dan Bergen, ik vind ons niet minder dan Charleroi, ik vind ons niet minder dan Lierse, ik vind ons niet minder dan OHL Leuven. Ja. Maar wij staan 15e en dat is de harde realiteit. En wij moeten zorgen als groep, als ploeg en als club, jullie als supporters, wij allen tezamen dat dat omkeert. En ja, dan kunnen we aan het eind van het seizoen elkaar de handen schudden en anders hebben we het, nee, dank u wel. Anders hebben we het niet goed gedaan. Ja. Ja. Ben je overtuigd, en ik heb persoonlijk wel die overtuiging, dat er voldoende klassekwaliteit is in de groep om dat doel te bereiken? Ja, want als jij onze wedstrijden bekijkt die we tot nu toe gespeeld hebben, noemen we ook Bergen thuis, OHL, Leuven uit. Ja, die wedstrijden moet je winnen. Alleen die jongens die staan in het klassement veel hoger en hebben niet meer kwaliteit. Dus ja, ik denk dat het absoluut niet aan de kwaliteit ligt. Rekenen jullie nu als spelers morgen op een klein mirakeltje, op een puntje? Of zeg je van kijk, als we morgen om 9:45 punteloos staan met lege handen, ja, dan hoeven we niet te panikeren, want tegen Club Brugge hoefde het niet te gebeuren. Nee, maar ik vind dat te bescheiden. En dat is misschien ook wel weer iets van ja. België. Ja. Ze zeggen altijd, ja, wie hebt niks te verliezen? Ja, dat vind ik gelul. Er zijn 3 punten te verdelen tegen Brugge, maar ook tegen Charleroi thuis. Dus er zijn morgen ook 3 punten voor ons te winnen. En als we dat...
dat niet doen, dan hebben we het niet goed gedaan. En na de wedstrijd kun je af en toe met een gelijkspel heel tevreden zijn. In het geval van Charleroi ben je dat niet. In het geval van Lokeren was je blij geweest met een punt. Ik ga vooraf nooit blij zijn met een punt, maar ik wil 3 punten hebben. Of dat nou tegen Charleroi is of Brugge, dat maakt niks uit. Ja. Je hebt daar juist nog gezegd van kijk, als we het niet redden, dan moeten we zorgen dat we het niet op de arbiters kunnen steken en dergelijke. Mag ik zeggen dat die arbitrage tot nu toe nog niet echt in het voordeel van Waasland Beveren is geweest? Misschien een beetje kleintjes om dat te zeggen, maar persoonlijk heb ik toch al heel wat wedstrijden op het netvlies bij manier van spreken in Standaar, in Kortrijk. En er zullen er heus nog een pak meer zijn waar we echt toch wel door de man in het zwarte niet echt netjes bedeeld zijn. Nee, echt de goede kant op van ons is het niet gevallen. Maar nogmaals, dan zeg ik, geluk moet je afdwingen. Ja. En wij moeten zorgen dat we de laatste 15 wedstrijden het onze kant op onze kant op laten vallen. En dat de mannen in het zwart ook al in ons voordeel gaan fluiten. Maar dat het niet mee heeft gezeten, dat is een feit. Ja. Dus je deelt mijn mening van, kijk, er zijn nu nog wedstrijden te spelen. 15 in totaal. We staan halverwege. We staan, denk ik, 2 puntjes van een plaats die recht geeft op behoud. Dat betekent van, als we dit niet kunnen rechtzetten, als we die inhaalmanoeuvre niet kunnen tot een goed eind brengen, dan hebben we zelf gefaald. Absoluut. Dat is heel duidelijk. Ze zijn Nederlanders natuurlijk. Hè. To the point. Klassiek aan onze vergadering, vrienden, is dat de mensen aanwezig hier, dat die ook een vraagje mogen stellen aan onze gast. En Wim die gaat aanduiden wie dat er kan vragen stellen. Dus jullie mogen allemaal gerust vragen stellen. Geen enkel probleem. Enfin, allemaal, dat is misschien wat veel. Want dan kan Bas niet voldoende gaan rusten, denk ik. Maar goed, Wim, ik zou zeggen, u houdt het in het oog. En wie gaat er een vraagje stellen aan Bas? Zeg, nee, niet dat men alles al gezegd hebben. Hè. Dat zal toch. Ik denk aan iets wel iets. Ja. Niemand die nog vragen heeft voor Bas. Verdorie. Nou, je moet niet, hè. Je bent niet zo blij, hè. Dat is geen verplichting. Dat is een Almenia Aken supporter, hè. Dat is wat anders. Als je straks optimaal is het verhaal dat je wel zit zetten met deze groep, heb je geen achterhoofd hetzelfde scenario dan vorig jaar? Dan ben je geval ongeveer hetzelfde systeem? Nee, want het was eigenlijk vorig jaar vanaf het begin al miserie. Oei. En dat is nooit weer goed gekomen. Daar was constant onrust. Geen homogeniteit, zoals ik al aangeduid heb, 2 technisch directeuren, 4 trainers. En ik denk als je in een tijdsbestek van 3 maanden, een seizoen nadien, 6 miljoen tekort hebt, dat het ongeveer een idee hebt wat er voorafgaande seizoenen mis is gegaan. Maar dus. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat we daar als groep zijnde een straatlengte achterlagen op het gevoel wat hier heerst. En ook de manier van spelen is hier dusdanig anders dan dat het destijds in Duitsland was. Ik denk dat we daar in met name de eerste 4-5 wedstrijden 15 punten hadden moeten hebben. En we hadden er 1. Het was een behoorlijke veelstart. Maar goed, daarna is wel enorm de klad erin gekomen. Het was altijd onrustig. Alle trainers die zijn gepasseerd. Het was onrustig, het was niet goed. En daar kon je toch wel vrij vroeg het idee hebben dat het niet meer goed zou komen. Aken is anders een mooi stadje, hè? Want ik ben daar eens geweest dit seizoen. Dat stadje wat beter leren kennen, dat is wel de moeite, denk ik. Aken is hartstikke leuk, net als Maastricht. Ja. Maar ik moet liever, eerlijk gezegd, dat ik een dramatische stad liever gehad en een fantastisch seizoen. Ja, kan ik me voorstellen. Wie heeft er nog een vraagje voor Bas? Ja, het is die kolen. Bas, wat vind je het grootste verschil in voetbal tussen het Nederlands voetbal en het Belgische voetbal? Ja, ik vind het een groot verschil, moet ik zeggen. Wat ik aandacht probeer te geven is dat in Nederland is alles gericht vanuit balbezit, het positiespel, het behouden van de bal. Wat af en toe heel erg saai is. Maar af en toe ook heel erg leuk, door veel goals en naïef verdedigen. Dat is hier een stuk minder. En dat was ook in Duitsland een stuk minder. Het is wat dat betreft, hoe moet ik het zeggen, volwassener, maar minder verzorgd voetbal. Is dat een eenvoudige uitleg om te zeggen dat er daarom juist in Nederland
betere spitsen zitten dan bij ons? Alhoewel, ja, tegenwoordig. Het is wellicht makkelijker om een doelpunt te maken. Hè? Het is nou Chevalier bekend hier bij jullie, denk ik. Absoluut. En, doet het bij ons fantastisch in Nederland. En, ja. En zo zijn er meer voorbeelden. Flemings. Ik denk dat het een Valhalla is voor de voorste vier, de nummer 10 en de drie spitsen om in Nederland te voetballen. En ja goed, dat is in andere competities lastiger. Mm-hmm. Voilà. Nog vragen, mensen? Hoe bedoelt u, als we? Als je centraal iemand met stem die meer balbezit op kost vragen, dat heb je ook. U bedoelt centraal waar? Achterin, middenveld, voorin? Middenveld. Ja, nou, dat doen we dus nu. De laatste wedstrijden dat we echt met twee controleurs spelen. Hè. Met Blondel erbij. Met Sieve Blondel en met mij. En ik moet zeggen dat dat erg goed gaat. Ja, absoluut. Gaat goed. Maar ga je dan de ploeg op een bepaalde plaats, op een andere plaats, niet een beetje verzwakken als je daar nog iemand extra aan opoffert? Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Ik vind dat wij heel volwassen moeten zijn en rekening moeten houden met de situatie waarin we zijn. En dat is als je twee verdedige middenvelders hebt, dus de as dicht houden, de counter eruit halen van de tegenstander en minder goals tegen krijgen. Want het feit is dat wij er niet 4-5 per wedstrijd in gaan leggen. Dus dan moet je zorgen dat je heel weinig tegen krijgt. En af en toe eentje binnenprikt. Mm-hmm. En ja goed, dat was voor de afgelopen drie wedstrijden hebben we zo gespeeld. Daarvoor was het vaak wat te open. Als ik alleen controlerende middenveld speelde, kwam je vaak in hele grote ruimtes te spelen. Wat in counters niet te belopen is. En dat is eigenlijk een beetje Nederlands, hè? Heel naïef. Hè? Soms met 6 man voor de bal, 5 man voor de bal en 5 man achter de bal plus een keeper. En ja goed, ik denk dat het de laatste wedstrijd met name wat volwassener is. En dat we daar hopelijk snel voor beloond gaan worden. Mag ik je ook eens confronteren, Bas, met een opmerking die ik wel eens vaker onder de supporters hoor van Dirk Gerard. Hij kiest bijna elke speeldag, vaak ook noodgedwongen door blessures natuurlijk, maar hij kiest bijna voortdurend voor een andere opstelling. Kan dat ergens de homogeniteit van een elftal niet een beetje aantasten? Of hoe zien jullie dat? Voelen jullie het misschien zelfs niet eens zodanig? Het is voor een speler altijd lekker als hij weet dat hij speelt. Maar ik denk dat het bij ons de kracht is dat iedereen weet waar hij aan toe is. De trainer is er heel duidelijk en eerlijk in. Iedereen, de deur staat altijd open. Dus als je ergens niet mee eens bent, kun je gaan vragen. Als je vragen hebt, dan kun je bij hem binnenlopen. Maar hij is heel duidelijk, hij is heel eerlijk. En iedereen weet waar hij aan toe is. En ik denk dat we allemaal goed betaald krijgen voor hetgeen wat we moeten doen. En als je speelt, dan speel je. En als je niet speelt, ja goed, dan moet je volwassen zijn en moet je zorgen dat je op de training beter bent dan je concurrent. Ja, maar omdat hij nooit of heel zelden met dezelfde ploeg 2 keer na elkaar speelt, zou ook dat kunnen komen door het feit dat we misschien een groep hebben waar te veel dezelfde type spelers zitten, dat er niemand echt bovenuit steekt. Nou ja, goed, het feit is dat hij ook met schorsingen en veel blessures te maken heeft. En we een aantal keren met 2 spitsen hebben gespeeld. Met 1 controlerende middenvelder, met 2 controlerende middenvelders. Ja, en dan moet je je opstelling aanpassen. Want niet iedereen kan op of een aanvallende positie uit de voeten en tegelijkertijd op een verdedigende positie. Dus dan de ene keer kiest hij voor bijvoorbeeld nu Blondel naast mij. Ja goed, als hij met 1 controleur wil gaan spelen en met een... niet te technisch worden, maar met een ruiter middenveld, hij zal Sieber niet links voor inzetten. Dus dan kun je niet meer dezelfde jongen spelen. Ja. Voilà. Ik zou zeggen, de laatste vraag, wie heeft de eer om die te stellen? In het publiek dan natuurlijk. Hè. U spreekt net over de blessures. Is er een bepaalde reden dat dat kunt voetballen? Nou ja, goed, als er een bepaalde reden voor is, dan zouden we dat snel moeten weten, want dan stopt het. Maar neem bijvoorbeeld Dugarry, die zijn Achillespees afscheurt doordat er een stuk glas invalt. Ja, dat is niet echt een reden voor te bedenken. Dus nee, ik denk niet dat dat een bepaalde tendens is. Dat er 5-6 spierblessures achter elkaar komen. Dan zou je kunnen zeggen van, hey, we moeten eens even gaan kijken waar dat vandaan komt. Maar ik denk dat iedereen bij ons hartstikke fit is. Door middel van de krachttraining. En door van de trainingen hier bij het stadion. Dus daar zal het zeker niet aan liggen. Voilà. Bas. Ik moet zeggen, dit was wat mij betreft een eerste kennismaking en je hebt mij, moet ik zeggen, toch bijzonder overtuigd. Niet ontgoocheld, in tegendeel, maar van een Nederlander ben je niet zo snel ontgoocheld. Die mannen laten je nooit in de steek als het gaat over interviews en vlot praten en zinnige praat vertellen. Hè? Want lang en veel praten is één, maar zinnige dingen vertellen is een heel ander hoofdstuk.
mag ik jou eerst en vooral ontzettend veel succes toewensen morgenavond. Mag ik jou een mooi tweede ronde toewensen, persoonlijk dan. En ik zou zeggen, super hartelijk dank om hier vanavond voor ons beschikbaar te zijn voor deze sportavond. En aan het publiek vraag ik een applaus voor Bas Sibben. Misschien heb jij zelfs nog een slotwoordje, Bas, voor ja, de support. Ja, dat wou ik vragen. Ik wou me bedanken dat ik hier uitgenodigd ben. Dat was hartstikke leuk en ik zal ook zeker vaker komen. U zei, ik laat u nooit in de steek. Ik wil toch vragen, als ik mijn plaats ruil met onze directeur, dat ik naar huis toe ga. Ik ga me voorbereiden absoluut, op de match van morgen. Absoluut. Anders dan sta ik hier nog 2 uur aan de toog en dan fluiten jullie me morgen uit. Dus, niet dat het dan morgen in één keer heel goed is als ik zo meteen op de bank ga liggen, maar ik ga toch proberen te rusten. En ja goed, dan zien wij ons morgen weer. Ja, trouwens, mag ik nog vragen? Je zegt nu van voor de wedstrijd kan ik me voorstellen dat je hier geen pinte bier zit te drinken, maar hoe zit dat na een wedstrijd? Ik heb nog nooit alcohol gehad, dus een pint zal het niet worden, maar een spaarbruis gaat er wel in. Vertrek maar. Okay. Bedankt Bas, bedankt. Goedenavond. Bedankt, super. Succes morgen, hè. Succes, hè. Ik zou zeggen, mensen, vinden jullie het niet erg dat we nu 5 minuutjes poseren voor degenen die een sigaretje willen smoren en voor degenen die een keer naar het toilet willen gaan? En dan kan ik jullie verzekeren dat we zo dadelijk met een minstens even interessante tweede time uitpakken met Dirk Poppen. Dus de eerste helft morgen zo goed is als hier de eerste helft. En dan bedoel ik qua gastspreker, Bas Sibben, dan kan het niet kapot. Dirk, welkom. Altijd heel leuk van onze, zoals die Hollanders dat zeggen, onze directeur erbij te hebben. Hè. Wij zijn iets bescheidener en wij zeggen gewoon meneer Poppen of Dirk Poppen. Dus dat klinkt wat familialer. Hè. Voilà. Dirk, 5 maanden Jupiler Pro League. Ik zou zeggen, ik ken uw haarkleur niet direct, maar zijn er veel grijze haren bijgekomen? Nou, goedenavond eerst en vooral. Ja, het is in elk geval een periode geweest, en dat zal ik zeker niet ontkennen, waar dat we heel wat opgestoken hebben. Of dat zou toch moeten zijn dat we daar heel wat van opsteken, want het is natuurlijk een heel groot verschil tussen het verleden in de Tweede Nationale en de huidige toestand en de huidige manier van werken in de Eerste Nationale. Dat kan ik zeker niet ontkennen. Ja. Nu, achteraf bekeken is het altijd makkelijk praten, maar waren we er rijp voor om de stap te zeggen? Want uiteindelijk moeten we toegeven, er was een 3-jaren-plan voor opgesteld. Het is in 2 gerealiseerd geweest, wat alleen maar bewijst van het feit dat er schitterend gewerkt wordt door de hele ploeg. Goed, we hebben die stap een beetje rapper gezet. Te vroeg of niet echt? Ik heb enkele maanden geleden, nog voordat we de promotie behaald hebben, dus voordat we de eindronde gewonnen hebben, heb ik gezegd, als er 1 ploeg is in Tweede Nationale die klaar is om naar de Eerste Nationale te promoveren, dan is het wel Waasland Beveren. En daar blijf ik vandaag nog altijd achter staan. Als u mij vraagt, waren we er rijp voor? Ja, 100%. Ik denk dat dat project dat 2 jaar geleden gestart is, dat we daar, al zei ik het zelf, dat we daar de eerste 2 jaar heel goed werk geleverd hebben. Zowel sportief, maar zeker ook extra sportief, met een structuur die mag gezien worden. En dat merk ik nu ook. En ik ben heel blij dat ik dat kan vertellen, maar dat merk ik nu ook wanneer dat we op diverse vergaderingen met de grote namen en de grote directeurs, zoals u het zegt, hè, de grote directeurs zoals Van Olsbeek en Mannaert en noem maar op, wanneer dat je daar dan mee samen aan tafel kunt zitten en wanneer je dan hoort zeggen van die mensen, non de donne, chapeau, hoe dat bij jullie geregeld is en al de kleine puntjes, de kleine randverschijnseltjes, hoe dat toch allemaal bij jullie zo snel is kunnen groeien. Ja, dat doet ons dat toch wel bijzonder plezier, denk ik. Ja. Verbaast het dan bijvoorbeeld u ook, Dirk, ik zeg maar wat, Charleroi, die leken er niet klaar voor, want één en al chaos met de familie Bayat en toestanden, noem maar op, dat zo'n ploeg dan toch ook niet kansloos is? Mij persoonlijk heeft dat een beetje verbaasd, omdat men vaak zegt van, als het aan de top niet zo snor zit, dan zal het sportieve ook wel volgen, maar tot nu toe is dat niet echt het geval. Ja, maar ik denk dat Charleroi een totaal ander geval is. Hè. Als je kijkt naar Charleroi, dan spelen die momenteel met 80% nog van de ploeg die 2 jaar geleden in Eerste Nationale speelden. Die spelen met 85% van de ploeg die vorig jaar in Tweede Nationale kampioen gespeeld zijn, die daar bovenuit staken. Ik heb altijd gezegd, Waasland Beveren hadden wij vorig jaar de beste spelers. Nee, we hadden absoluut niet de beste spelers.
hadden wij vorig jaar het beste team. Dan zeg ik volmondig, ja, we hadden het beste team. Ik voel mij toch altijd een beetje schuldig, als ik naar vorig jaar toe wil verwijzen, Dirk. Namelijk, het ging fantastisch vorig jaar. Trouwens, het heeft al 2 jaar fantastisch gegaan in tweede klasse. En laten we eerlijk zijn, schitterende jaren bekend. Of meegemaakt, sorry. Maar dan, toen die eindronde voor de deur stond en we zaten op goede voet om naar eerste klasse te gaan, dan hoorde ik hier bij de supporters heel vaak scepticisme van ja, we gaan een hele nieuwe ploeg moeten hebben, want er kunnen er geen 3 of 4 mee in eerste klasse. Ik heb mij daar persoonlijk altijd over verbaasd, omdat ik dacht van waarom zou een Cavens nog geen paar goede matchen in eerste kunnen spelen? Waarom die en die en die afschrijven vooraf? En dat Silva kwam van turnout, zat zo goed als in derde. Heeft in tweede laten zien over fantastische flitsen te beschikken. Blijkt dat hij ook in eerste zijn doelpuntje kan meepikken. Zijn we niet te kritisch geweest voor die groep van vorig jaar? En hadden we niet moeten ietsje meer vertrouwen hebben en zeggen van kijk, we behouden die groep en we kopen er geen 20, maar 5, 6 doelgericht en we gaan daarmee proberen. Maar eerst en vooral denk ik dat ik moet opmerken dat wij niet iedereen buiten gejaagd hebben. Hè? Nee, maar vorig jaar, het is zeker het geval niet. Nee. De spelers die weggegaan zijn, waren bewust spelers die allemaal in de eerste instantie wouden weggaan. Die het zelf voor zichzelf een beetje uitgemaakt hadden. Maar te zeggen, ja, het wordt ofwel voor mij toch wel een moeilijk verhaal om mijn eerste nationale als titularis te spelen. Of die ook niet geloofden of niet geloofden in de goede afloop. En die zeiden, ik ga eieren voor mijn geld kiezen en ik ga ergens anders aan de bak. Dus het vertrouwen in de spelers, ik heb dat net gezegd, wij hadden vorig jaar het beste team. Hadden wij de beste spelers? Nee, maar we hadden wel een heel goed team. En daarom dat ik altijd de nadruk gelegd heb en nog altijd zal blijven leggen op de cohesie in de groep. Want als voetbalsport, of de voetbalsport is er nu eenmaal een ploegsport. En wanneer dat het team niet draait, wanneer die cohesie daar niet is, die collectiviteit, ja, dan moet je nog met een paar uitblinkers zitten, dan gaat je nog niet de goede uitslagen halen. Vandaar dat ik wel degelijk vertrouwen had in de groep van vorig jaar, maar we waren ook realistisch genoeg om te weten dat voor de eerste nationale er wel nog iets moest bijkomen. Ja, want inderdaad, ik wou zeggen, het zijn zeker jullie niet als bestuur die die opmerking heeft gemaakt over, laten we zeggen, er kunnen er niet veel mee in eerste. Dat was vooral iets dat te horen was bij de supporters. Laten we daar eerlijk bij zijn. Ik denk van de mensen die er zijn, dat velen met mij die mening deelden. Hè, van, ja, er gaan er toch heel wat moeten bijkomen. Nu, hoe moeilijk is dat trouwens, Dirk, jullie, of enfin, als ik nu persoonlijk aan jou denk, ik weet dat Henny van Gijsel hier ook zit. Jullie zijn mensen die al vele jaren meedraaien in dat voetbal, daar een belangrijke functie hebben wat betreft transfers. Zo'n groep van vorig jaar, die dan uiteindelijk een fantastische groep was. Hoe moeilijk is dat inschatten wat die groep waard is, een niveau hoger, een stapje hoger? Want voor hetzelfde geld lukt dat, voor hetzelfde geld kan dat dik tegenvallen. Ja, ik moet opletten wat ik hier zeg natuurlijk, maar ik denk dat wij het inschatten van de waarde van die groep binnenskamers heel goed konden of heel goed gedaan hebben. Wij wisten heel goed welke spelers dat op het niveau eerste nationale mee konden draaien. Wij wisten ook heel goed dat wij op zoek moesten gaan naar leiders met korte ei dan, die de ploeg in eerste nationale op sleeptouw konden nemen, want we hadden allemaal zeker en vast de spelers die in een goed draait heel mee konden draaien. Maar om het verschil uit te maken in eerste nationale, ja, daar hadden wij wel een nood aan, denk ik. Maar qua inschatting, ik denk dat wij heel goed wisten wat dat onze groep kon en wat onze groep niet kon. Van vorig jaar bedoel ik. Ja, inderdaad. De transfers die zijn vrij moeizaam, dat mag ik toch wel zeggen, op gang gekomen. Er was al een klein beetje paniek bij de supporters van wanneer gaan ze iets kopen. Maar eens dat die een trein op het spoor stond, moet ik zeggen, hij was niet meer te stoppen. Hè. We hebben er 20 gehaald. Ik zou zeggen, hoeveel waren er echt nodig geweest? Dat is misschien een heel moeilijke vraag. En ik bedoel ze helemaal niet zo kritisch als sommigen zouden denken. Maar we hebben er 20 gekocht, dat is enorm veel. Ook wel voor een trainer, denk ik, om dat allemaal tot één geheel te smeden. Was het echt nodig om er zoveel te pakken? Maar ik denk, als je ziet dat de trainer voor de keuze van morgen, voor de wedstrijd van morgen, ene speler heeft moeten ontgoochelen, die niet bij de 18 zit, dan gaat hij mij toch niet moeten wijsmaken dat we te veel gekocht hebben. Je moet er maar één ontgoochelen morgen, want al de rest die kan spelen, die staat morgen op het scheidsrechtersblad. Mag je die speler noemen of is dat nog wat vroeg? Moeten we morgen best de klant lezen, de naam van die speler? De speler die morgen ontgoocheld is, nu dat moet je weten, dat is Zanaru. En, ja. Dat heeft hij dan nog aan zichzelf te danken, dus dat het niet bij is. Maar dat is de enige speler die
die morgen zou kunnen spelen en die niet op het blad staat. Al de rest staat allemaal op het blad. Omdat u mij vraagt, hebben niet te veel. Want ik denk voor eerste nationale. Mm-hmm. Een groep van 25 spelers, dat heb je nodig, denk ik. Dus te veel, denk ik zeker niet. Nee. En we hebben ook al veel pech gehad met blessures. Hè? Ja, dat hoor ik ook allemaal niet zo heel graag zeggen. Ik heb de vraag daar in de zaal daarnet ook gehoord. Hè. Kunnen we daar iets aan doen? Ik denk de blessures die wij dit jaar gehad hebben. Ik denk niet dat je die in een bepaalde richting kunt duwen. Dat is nu eenmaal inherent aan het voetbal. Hè. Als je ziet welke inspanningen dat we gedaan hebben om Mohamed Gadir, die getekend heeft op een vrijdagmorgen. En waaraan we dankzij, en ik denk dat je daar ook nog wel een handje aan geholpen hebt. Dankzij de vele steun de ongelooflijke zaak kunnen realiseren hebben. Want als je dat aan iemand zegt, die gelooft dat nooit. Nee, iemand die vrijdagsmorgens tekent. Een niet-Europeaan, hè, die nog werkvergunning, verblijfsvergunningen en noem maar allemaal op moet krijgen. En we gaan in slagen om die de zaterdagmorgen om 9 uur zijn licentie te doen krijgen. Die meegaat naar Kortrijk, die, waar de trainer van zegt, ja oké, ik kan hem toch moeilijk laten starten. Hij heeft een half uur kennis gemaakt met de mensen. Die op Kortrijk dan op de rust mag invallen, die daar dan een doelpunt twijfelachtig afgekeurd, maar een doelpunt scoort dat afgekeurd wordt en die 5 minuten nadien zijn voetbeentje breekt. Ja, dat noem ik dan pech en daar kunnen niks aan veranderen, maar daar moeten mee leren leven. Jij bent Dirk de man die de transfers afrondt, mensen om jou heen brengen die aan en jij moet dat dan uiteindelijk die eindbeslissing nemen. Ik vraag me wel eens af. Is er goed gewerkt geweest in de zin van, heeft de gierigheid soms niet een beetje de wijsheid bedrogen? Dat is een stoute vraag, maar ik bedoel het absoluut niet zo stout. Als je het nu achteraf allemaal bekijkt, had je dan op een bepaald moment niet andere namen kunnen aantrekken en misschien een paar anderen niet aangetrokken? Eerst en vooral bij ons in de club, en dat wil ik toch wel een keer rechtzetten, want iedereen... Ja. Geeft mij iets te veel, of juicht mij iets te veel toe van dat allemaal mijn verdienste of mijn verantwoordelijkheid zou zijn. Verantwoordelijkheid ga ik zeker niet uit de weg, maar we zitten hier ook met een team in de club, een team die beslist. Daar zit een sportieve staf bij, daar zitten mensen van de raad van bestuur bij en daarin beslissen we wie dat we als speler zouden kunnen aanwerven. Dat is een eerste opmerking dat ik toch wil maken. Tweede opmerking, zijn we niet te gierig geweest. Iedereen weet dat we natuurlijk ons vooropgesteld budget niet wouden overschrijden, absoluut niet, want dat was het eerste punt van ons driepuntenprogramma, herinnert u, 2 jaar geleden, financieel gezond blijven. Dat wil ook niet zeggen dat we ook niet realistisch genoeg waren om te weten, in eerste nationale moet je wel iets meer doen dan in tweede, vandaar ook dat we het spelersbudget op financieel vlak dan, wil ik zeggen, van tweede nationale verviervoudigd hadden. Dus we hebben een budget maal 4 gedaan, voor eerste nationale maal 4. Maar dan nog bleek natuurlijk in de onderhandelingen, en daar heb je dan natuurlijk de pech dat je moet gaan onderhandelen op het moment dat de eindrondes gedaan zijn. Dat wil zeggen einde mei, begin juni. Want als je begin mei, of zelfs halfweg mei, ergens links of rechts informeert bij makelaars of bij spelers, dat krijg je garantie het antwoord van kom eens terug als het zover is, als je zeker bent dat er bij de grote jongens zit, want voorlopig zit het er nog niet, dus je moet er nog niet over komen babbelen. Dus je kunt heel laat starten en dan merkte dat van uw lijstje, en ik denk dat we met de verantwoordelijke mensen in de club ons huiswerk allemaal heel goed gemaakt hadden, en we hadden enorm veel namen op onze lijst staan op verschillende posities. En als je dan merkt dat lijstje na enkele dagen al grotendeels gehalveerd is en na een week bijna niet meer bestaat, oei, omdat spelers die daarop stonden allemaal doodleuk zeggen van sorry, nee, veel geluk, maar voor ons hoeft het niet. Ja, dan zit je even in je hart te krabben en ik overdrijf daar dus absoluut niet in. En dan duurt dat 1 week, dan duurt dat 2 weken en 3 weken en dan merk je, verdorie, wat gaat dat hier worden? Want wij zijn niet zo gegeerd op de markt door de verschillende spelers en door de verschillende makelaars. En dan, dan duurt het en dan worden en supporters, maar ook wij natuurlijk wat ongeduldig en de sportieve staf ook. En dan, dan start je een seizoen, maar dat je op dat moment nog geen spitsen had. Want iedereen weet dat, we zijn naar Brugge gaan spelen zonder spitsen.
En toch gescoord, hè? En toch gescoord, ja. Dus, maar dan moet je een beetje rekenen op de vervolharding of ja, het verder werken en contacten die je dan toch maar bijlegt. En dan op een bepaald moment toch wel spelers kunt spreken die dan op dat ogenblik ook niet aan de bak gekomen zijn om verschillende redenen. En dan probeerde die spelers daar alsnog bij te halen. Langs de andere kant moet ik u zeggen dat er een tsunami op ons afkwam vanaf dat wij op Oostende de wedstrijd gewonnen hadden. Kwam er een tsunami op ons af van spelers die men ons voorstelde. Je kunt niet geloven welke nationaliteiten. Er waren niet alleen Chinezen, Japanners, Oost-Indiërs, Amerikanen, Afrikanen. Het was allerlei soort slag. En als je dan even die spelers doorlichtte, dan bleken dat toch allemaal spelers te zijn die ofwel het jaar voordien pech gehad hebben en de ruzie gehad hadden met het bestuur, of pech gehad hadden met blessures, of pech gehad hadden familiaal, of weet ik veel. Maar er was overal wel iets aan dat we zeiden van, ja kijk, sorry. En tot ons groot genoegen moeten we zeggen dat we van die tsunami, want we volgen dat toch wel op, van die tsunami van spelers die ons toen aangeboden geweest zijn, als we dan zien wat die nu vandaag de dag allemaal spelen, dat we geen enkele speler zien die op een niveau speelt dat wij momenteel ook halen. Ik neem aan dat er spelers zijn geweest in die periode waarvan je had gehoopt en ook bijna overtuigd was dat ze naar hier zouden komen. Durf je daar achteraf namen op plakken of zeg je van laten we dat toch beter maar niet doen om mensen hier een beetje te gaan ontgoochelen? Nee, ik ga er ook geen namen op plakken. Ik ga dat zeker niet doen, want het zijn ook allemaal spelers die momenteel in Eerste Nationale ergens spelen. Hè, en ik wil ook die mensen niet in het openbaar gaan bekritiseren waarom dat ze niet voor ons gekozen hebben. Iedereen weet, en dat voorbeeld kan ik wel aanhalen, hè. Iedereen weet dat we ook einde mei, begin juni al met Wesley Sonck hebben samengezeten. Dat weet iedereen, denk ik. Op dat moment was Wesley ook een van die velen die zei van, ik kan toch een beetje afwachten, want ik vrees toch dat ik de man zal zijn die alles over mij zal krijgen als het niet goed gaat. En ik wou toch wel een keer even kijken wat er links en rechts nog uit de bus valt. Misschien buitenlands avontuur, al dan niet. En dan, dan blijkt dat enkele maanden later hij dan toch niet gevallen is voor dat buitenlands avontuur. En dan misschien toch wel, of dan toch de stap gezet heeft om naar ons te komen. Ja. Is hij nu nog even duur als toen? Nee, maar hij heeft ook nooit niet duur geweest. Hè. Laat mij vooropstellen. Ik heb het gezegd, wij moeten binnen ons budget blijven. En wij hadden ook niet met Wesley gesproken, mocht het iemand zijn waar dat we financiële risico's voor moeten nemen. Ik denk dat dat onze taak ook is in deze club. Dat is zorgen dat deze club niet alleen vandaag, maar ook morgen nog bestaat. En het is ons allergrootste wens dat die club morgen nog bestaat. Ja, en in Eerste Nationale bestaat. Ja, uiteraard. Daar gaan we met z'n allen voor natuurlijk. Jullie hebben wel op een bepaald moment wat kritiek gekregen, Dirk. En dat is nog een publiek geheim als ik het zo uitdruk. Hoe zou ik zeggen, op het feit dat er een aantal spelers pas werden aangetrokken en uiteindelijk kort nadien min of meer vriendelijk verzocht werden om de club te verlaten. Ik neem aan, dat is een moeilijke beslissing ook voor jullie geweest. Het is nooit niet prettig natuurlijk. Ik heb u gezegd dat wij ons lijstje hadden klaarstaan en als je dan op een bepaald moment zegt, verdorie, morgen beginnen de trainingen wel, dus wij moeten toch nog een paar spelers aantrekken. En dan, dan met name, iedereen, het is geen geheim, iedereen weet dan bijvoorbeeld een Roel van Niemert die we dan aangetrokken hebben, die dolgraag naar ons wou komen. En dat we uiteindelijk gezegd hebben, ik wil hem hier zeker niet laten afgaan als zeggen van, kijk, hij was maar 10e keus of 11e keus, maar in feite kwam het daar een beetje op neer, dat er de anderen niet bereid waren om te komen. Dat je dan zegt, dan gaan we toch maar mee proberen. Hij heeft toch een schitterende periode bij Antwerpen, weliswaar tweede nationale. Hij heeft een schitterende periode gehad in Dender. Hij heeft bij Lierse toch wel gespeeld. Ja. Zal het toch allemaal niet afgeleerd hebben, maar dat bleek dan toch niet zo te zijn. En dan moeten we daar bijzonder op letten. En ik kom terug op hetgeen dat ik gezegd heb in het begin. Dan moeten we bijzonder op letten dat de sfeer en de atmosfeer in de groep heel goed blijft. En als je daar dan enigszins kans op hebt dat niet het geval is door juist dergelijke spelers willens te willen blijven houden bij de club, zelfs al zijn ze dan geen titularis, dan moet je tot het besluit komen. Ja, dan kun je beter met die speler aan tafel zitten en zeggen, kijk, om toch te vermijden dat daar de sfeer zou onderlijden, is het misschien toch wel beter van dan elk zijn gang te laten gaan, uw weg te zoeken, u weer de kans te geven om daar wel te spelen. En de club dan ook weer de kans te geven om,
op termijn eventueel iets anders te zoeken. Is dat prettig? Nee, dat is niet prettig. Was dat nodig? Ja, dat was nodig, denk ik. Ja, want dat wil ik juist zeggen. Het is niet de meest populaire maatregel, denk ik, om te moeten nemen als clubleider. Maar anderzijds, budgetair gezien, zakelijk gezien, in het belang van de club, wel bijna een must, denk ik. Hè. Of toch op zijn minst heel interessant. Laat mij eerlijk zeggen, als wij dat niet deden, dan moeten wij ook niet denken aan een Badash en een Gadir en een Shisha aan te trekken. Hè? Want dat zijn de mannen die dan met het vrijgekomen budget kunnen aangehaald worden natuurlijk. Ja. Leuk vraagje denk ik. Mannen zoals een Gadir en een Shish en ook wel onze spits Badash. Hoe komen die in Bever terecht? Want eigenlijk mag ik zeggen, dat zijn denk ik zeer goede voetballers. Die volgens mij, wanneer ze een optimale voorbereiding met de club meemaken, wanneer ze gespaard blijven van blessures, die sowieso in veel eerste klasses absoluut een plaats hebben in de eerste ploeg, die titularis zijn. Ik ga nu niet zeggen dat ik ieder jaar aan de kerstdag naar Bethlehem trek om daar te gaan kijken wat daar allemaal gebeurt. Dus dat zou ik zeker liegen. Maar ja, hoe komen die mensen bij ons terecht? Dat zijn natuurlijk contacten die je dan op een bepaald moment toch wel legt. En ik zeg ook eerlijk, dan moet je bepaalde keuzes ook maken. Vertrouwen dat je moet stellen in bepaalde mensen. Ja, dan één. Dan wordt er ook toch wel met filmbeelden gewerkt. En worden er ook wel in sommige gevallen, bijvoorbeeld bloed. Ja, dan zijn we zelf ter plaatse geweest om in Slovenië om daar wedstrijden te gaan bekijken. En dan zeg je, oké, kijk, dat is een berekend risico. Ik denk dat we daar op termijn wel goed mee kunnen scoren. En ik denk dat de spelers die u met name komt te noemen, dat die op termijn iets kunnen betekenen. Ik ben heel blij dat een jongen zoals Shish, die eigenlijk hier, nu bij ons hier volledig ontbolstert. Want geloof mij, gerust, in Israël was dat niet de grote speler op de linkse bak. Nooit in aanmerking gekomen voor de nationale ploeg. Seniors bedoel ik spreek niet over jeugd wel, maar niet seniors. En dan als je merkt dat dat nu toch vaste waarde wordt, deze week weer 90 minuten volgemaakt, dan denk ik dat het alleen maar voor ons, voor onze club ook zeer interessant kan zijn van dergelijke spelers erbij te hebben. Dirk, ik heb denk ik op de website of zo, ik weet het niet juist, ergens een artikeltje van jou gelezen waarin je zei van kijk, ik ben ontzettend fier op onze bestuursploeg die eigenlijk als het ware vanuit provinciale is meegegroeid en nu mee in eerste klasse toch nog bewijst dat ze het kunnen. Dat zijn bemoedigende, deugddoende woorden. En dat is eigenlijk heel tof om dat te lezen en te horen. Want dat bewijst dat zoiets nog mogelijk is. In een tijd waarvan dat we denken dat allemaal supermodern en nieuw moet zijn. Hè. Denken we maar aan het voorbeeld van Club Brugge. Waar ze weet ik veel wat allemaal proberen om die club mee naar de top te brengen. Ja, ik zou zeggen, en dat bedoel ik niet negatief, want ik ken de meeste mensen van jullie bestuurs, dat vind ik allemaal heel toffe mensen, meegegroeid vanuit provinciale naar eerste. Dat is heel tof, menselijk gezien, familiaal. Is dat ook een goede zaak, dat die mensen er nog bij zijn? Of zeg je van, ja goed, we hebben dat nu bereikt, maar nu moeten we stilletjes aan toch ook eens wat verder gaan denken. En het gezellige, het familiale, dat mag al eens plaatsruilen voor het keiharde, voor het concurrentiële. Dat is een heel lange vraag waar ik een paar schijven zal moeten op antwoorden, maar daar moet ik heel voorzichtig op antwoorden. Ja. Want ik word hier op de Freetiel dikwijls nogal op mijn woorden gepakt. Wanneer dat u zegt, ja, het zijn allemaal mensen hier in de club die al van provinciale meekomen, dan zegt men nee, dat is niet waar, want de club bestaat nog maar 2 jaar. Ja, dat is inderdaad. Dus dan moeten we daar heel voorzichtig mee zijn. Maar de dienst wordt voor een stukje uitgemaakt. Nee, ik begrijp het heel goed. En men heeft enorm veel kritiek gehad, omdat het ooit in de krant eens kwam van, dat ik zei van, ja, ik ben er fier op dat we dat in 20 jaar kunnen doen hebben. Ja. En dan kwam de kritiek van, allee, we fier op zijn, wat is dat voor zeven allemaal? Nee, dat kwam anders. De journalist vroeg aan mij, wat geeft het nu, jullie die gewoon zijn om 20 jaar succes te hebben, om nu voor het eerst niet bij de top 5 te spelen, want daar komt het op neer. De laatste 20 jaar heb ik en enkele andere mensen van het huidige bestuur altijd bij de top 5 gespeeld. Dat was de vraag en daar heb ik ook eerlijk op geantwoord, dat niet makkelijk was, maar dat dat ook iets was waar we moesten op leren. Maar ja, is dat een goede zaak? Ik denk dat de mensen die daar 20 jaar geleden bij het toenmalige Haasdonk, laat mij voorzichtig zijn, de leiding hadden, met name de voorzitter en de secretaris, ikzelf en nog een paar mensen in het bestuur,
dat diezelfde mensen nu nog altijd in de club staan. Ik denk dat dat een, ja, compliment. Een bewijs is van de kunde, ook van die mensen. Ook het bewijs dat dat geen eendagsvliegen zijn, die zoals er velen zijn, even een opvlieging krijgen of een opwelling krijgen en zeggen, we gaan dat een keer doen, een droom of een natte droom al dan niet. Nee, ik denk dat, dat, een, dat we kunnen terug, terugblikken hier met deze schitterende club, want ik blijf het zeggen, ik denk dat we een schitterende club hebben, op een heel standvastig bestuur. Dat bestuur is aangegroeid, want natuurlijk hadden we jaren geleden hadden we er 4, 5, 6 mensen. Als je nu ziet dat je met 16 bestuursleden zit in de club, die allemaal hun eigen verdiensten hebben, die allemaal hun eigen capaciteiten hebben en die elkaar bijzonder goed aanvullen, dan durf ik te zeggen, zoals ik daarnet ook zei, dat wij een club zijn waar er heel velen heel jaloers op zijn. Als we het niet halen in eerste, moeten we dus niet op het bestuur steken. Hè? Dat durf ik dan weer niet zeggen. Hè. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Als wij het niet halen in eerste, dan kijk ik, en zo zit ik ook al jaren persoonlijk dan in elkaar, dan kijk ik eerst en vooral in de spiegel naar mezelf. En kijk ik waar ben ik tekortgeschoten. En daar zal ook het bestuur moeten zijn besluiten uittrekken. Maar wij willen niet aan doemdenken doen. Wij gaan daar niet aan moeten denken, want we gaan er met z'n allen keihard voor werken. Ja. Dat we niet op die 15e of die 16e plaats eindigen. Ja. Even de competitie verlaten. Wat is de ambitie in de beker van België? Want ik denk einde van de maand, 28 november, dan komt Oostende. Ik zou zeggen op papier een haalbare kaart. Ik kan me voorstellen dat zo'n trainer op een bepaald moment zegt van verdorie, één prioriteit, competitie. Zeg juist, wat mogen we verwachten in de beker? Gelijk welke wedstrijd dat we spelen, ik wil elke wedstrijd winnen. En wanneer dat je de kans krijgt om kwartfinales te gaan spelen in de beker van België, dan moet je die kans met je twee handen aannemen, vind ik. Ik zelf heb Oostende vorige zondag nog maar aan het werk gezien. Dus denk niet dat we met die wedstrijd nog niet bezig zijn. Dat is een wedstrijd die we willen winnen, zeker en vast. Is de competitie belangrijker? Tuurlijk is de competitie belangrijker. Maar een wedstrijd zoals Oostende, dat mag men niet naast zich laten liggen. Als je dan weet dat het dan enkele weken later in een heen- en terugwedstrijd tegen een van de ploegen het Brugge mocht spelen. Nee, ik vind dat we daar ook met de nodige zin voor realiteit, maar met de nodige wil om ook die wedstrijd te winnen, naartoe moeten leven. Ja, maar het is een kwestie van bewijzen waar reclame te maken, want sommige mensen zouden durven denken van ze laten de beker schieten om prioriteit te geven aan de competitie. Dat is absoluut niet waar. Nee, zeker niet. Ik vind de weg naar Europees voetbal is de kortste weg via de beker natuurlijk. Hè. Dus dat hebben ze hier op de Vreet hier al meegemaakt, dus... Waarom niet? In voetbal is alles mogelijk. Iedereen gaat ervan uit dat Oostende een haalbare kaart is. Tuurlijk is dat een haalbare kaart. Maar langs de andere kant zeg ik ook, waarom zouden we dan, trouwens, wie zegt dat het dan tegen Club Brugge is? Het kan misschien terug zijn dat we tegen Zijn Club Brugge moeten spelen. Absoluut. Wie zegt dat dat dan geen haalbare kaart is? En dan staat in de halve finales. En dan zien we wel, nu gaan we beginnen dromen, maar wel zeggen van, kijk, die wedstrijd willen we heel goed voorbereiden en willen we ook winnen. Maak jij zijn balans op van de heenronde, Dirk? Bas heeft dat daar juist al gedaan. We hebben inderdaad niet gehaald waar we, denk ik, recht op hebben. Maar we moeten ook niet overdrijven, dat zijn zeker geen 10 punten. Puntje of 3, 4 meer, dat had gekund, dat had misschien zelfs gemoeten. En dat zou al een heel ander beeld van de rangschikking hebben gegeven. Hè? Ja, dat is juist. Maar iedereen die mij kent en in de sportieve staf zijn, is daar soms wel een beetje boos op mij. Ik sta er eigenlijk niet bij stil bij het had anders gekund, of het had dit, of we hebben dat. Nee, ik vind dat we daar moeten... wij moeten daar maar een beslissing van een scheidsrechter tegen ons. Wel, dan moeten we maar bewijzen het volgende uur, of het volgende half uur, of de volgende 10 minuten, dat we dat kunnen omzetten en dat we met nog meer wil en nog meer drang om dat terug goed te maken. Die wedstrijd tot een goed einde moeten brengen. Als je mij vraagt een balans voor de hele ronde, nee, natuurlijk ben ik niet tevreden, kan ik niet tevreden zijn. Hè? Als je op de 15e plaats staat, ben ik zeker niet tevreden. En dan zeg ik, oké, we moeten allemaal met z'n allen, en in de eerste instantie wij als bestuur, de sportieve staf, de spelers,
de medewerkers en iedereen moet proberen van er alles aan te doen om dat tijd te doen keren. En zo zit voetbal nu eenmaal in elkaar, dat is ook het schone van voetbal. Mocht het allemaal zo voorspelbaar zijn, ja, dan kwam er geen kat naar de voetbal kijken, want daar was alle spanning eruit. Maar nu is het zo onvoorspelbaar en wij moeten er nu met z'n allen voor vechten dat het, ja, dat het beter is. Maar ben ik tevreden? Nee, zeker en vast niet. U had dat ongetwijfeld verwacht dat ik die vraag zou stellen, maar we kunnen er niet omheen. En voor mij hoeft dat absoluut niet te gebeuren. Maar heeft op een bepaald moment tot nu toe Dirk Heeraald al ter discussie gestaan? Want bij de supporters, goed, we horen wel eens geroep op de tribune. Ik ben daar absoluut niet altijd gelukkig mee. Ik vind, we moeten dat niet op die manier uiten. We kunnen daar op een andere manier over praten. Maar heeft Dirk Heeraald binnen de clubleiding al ter discussie gestaan? Ik zal u misschien verbazen, maar het zou enorm, enorm getuigen van amateurisme. Moest dat niet het geval zijn? Ja, moest ik u nu zeggen van, oh, daar hebben we nog nooit niet aan gedacht. Van, maar heeft toch, dan moeten we ook zeggen, sorry dat ik u onderbreek, ik doe dat niet graag, maar wat hij hier 2 jaar heeft gebracht aan voetbalplezier, dat is toch ook iets dat men niet zomaar wegcijferde? Maar u zegt mij, onderbreek me nu, ik zeg, hebt u daar ooit aan gedacht? Ik denk dat ik daar iedere dag aan denk. Iedere dag denk ik eraan. Ja. Wilt dat erom zeggen dat we zeggen van kijk, we moeten die trainer gaan vervangen? Nee, dat is weer iets totaal anders. Je moet dat heel kritisch bekijken, maar je kunt dat ook alleen maar bekijken door in die groep te leven, door heel nauw betrokken te zijn met alles wat dat er gebeurt in en rond dat eerste elftal. En dan pas kunnen ergens een objectieve mening naar voren brengen. En ik ben heel blij, en het is niet wij die hem gekozen hebben, hè, Bas, want het zijn jullie die gevraagd hebben aan Bas om naar hier te komen. Absoluut. Ik ben heel blij dat, want Bas heeft ook van die kritische vragen gekregen, en terecht, ik vind dat ook logisch dat die vragen gesteld worden. Ik heb samen met Henny hebben we de laatste 14 dagen alle spelers bij ons geroepen, hebben wij op het einde van de eerste ronde een evaluatie willen maken. Hebben wij niet gevraagd van, tja, wat vinden van een trainer? Want oké, we gaan zo'n vraag, dan ga ik direct in de zaal krijgen. Er gaat geen ene speler zeggen van, de trainer is een klootzak. Er gaat geen ene speler zeggen. Maar daar voelden wij heel duidelijk, dat in de groep, er een cohesie is, waar dat men voor elkaar knopt, waar dat men voor elkaar vecht. En tot mijn allergrootste verbazing, hè, ook bij spelers die af en toe naast de ploeg staan. Natuurlijk zijn er spelers bij die niet gelukkig zijn. Hè. Iedereen weet dat Daniel Kroes niet gelukkig is. Tuurlijk is hij niet gelukkig. Het zou erg zijn als hij gelukkig zou zijn. Dan kon hij direct bij mij eens komen en uitleggen waarom dat hij heel content is dat hij gelukkig is. Maar we hebben nergens geen enkel signaal gekregen vanuit de spelers van verdorie, er wordt niet hard genoeg getraind, er wordt niet goed getraind, er wordt te weinig getraind, er is te weinig discipline. Ik geef een voorbeeld. Toen de man van Cercle Brugge, Bob Peters, naar Gent ging, stond dan dinsdag in de krant, en dat hebben die trainers dan dikwijls in, dan staat in de krant, voilà, ik heb een paar punten veranderd. En dan kon je lezen, puntje 1 dit, puntje 2 dat, 3, 4, 5, en hij had zo 12 punten veranderd in Gent. Wat ik voel het fair, hè. Maar dat verkoopt natuurlijk goed, hè. Als nieuwe trainer moet je dan zit ik te zeggen in mezelf, van kijk, dat hier, hebben wij daar een probleem mee? Nee, we hebben geen probleem, nee. Oké, dan vraag ik me af, oké, wat gaat die een trainer dan in de krant bij ons moeten zetten die zou komen naar Gerard? Want oké, daar zijn geen problemen op dat vlak. Begrijpt u wat ik wil zeggen? Absoluut. Er wordt goed gewerkt, maar je kunt er niet aan uit dat natuurlijk, ja, die resultaten die moeten daar wel komen. Dat beseffen wij ook, dat die resultaten daar moeten komen. Maar ik kan tot op vandaag niet zeggen dat wij iets kunnen verwijten aan de trainer. En ik heb het niet gezegd, maar u zegt het zelf. Een trainer die 2 jaar mooi werk geleverd heeft. En waar dat, en laat ons dat allemaal ook eerlijk zijn, waar dat ook vorig jaar enorm opgeroepen geweest is. Ja, ik herinner me nog altijd de pijnlijke momenten op Oostende, waar dat we zwaar verliezen. Ik herinner me de pijnlijke momenten waar dat Sammeke Vermeijlen in de fout gaat tegen Heist. En waar we verliezen met 3-0 tegen Heist, de voorlaatste wedstrijd voor nieuwjaar. En om dan tegen het onbekende Woluwe, waar dat eigenlijk zei, van een snotploeg is dat, en waar we maar dan gelijk tegen spelen. Dan was de schreeuw ook enorm groot. Ja, oké, ik denk dat, en nu kom ik nu wel even nog een keer terug op ons, dat we in het verleden altijd, of meestal toch, de goede beslissingen genomen hebben en niet altijd automatisch gezocht hebben voor de misschien wel makkelijkste oplossing, want dat zegt men mij nu ook, hè. Zegt ja, zegt men tegen mij, je moet altijd van trainer wisselen, hè, want jij gaat een dupe zijn. Want als het niet lukt met deze trainer, zijn jij het geweest, poppen. En als je een andere trainer pakt, kun je paraplu opsteken en zeggen, jawel,
Ik heb een halve trainer gepakt, ja, dus mij valt niks te verwijten. Ik denk dat dat een beetje te kort door de bocht is. En dat we moeten eerlijk zijn, kritisch zijn, iedere dag. Kritisch op onszelf, kritisch op iedereen die een verantwoordelijke taak heeft in de club. Kritisch, heel kritisch, maar met de zo'n nodige zin voor realisme en voor de omstandigheden die rond dit alles draaien of meespelen. Ik ga een heel moeilijke vraag stellen, Dirk. Ja. Ja, ja, zeker. Heel mooi betoog voor onze coach en ik vind volkomen terecht trouwens. Maar ik ga een heel moeilijke vraag stellen. Jullie stellen de trainer aan. Jullie zorgen ook dat hij een groep heeft om mee te werken. Heeft Dirk Heeraar tot nu toe, vind je zelf dan persoonlijk, voldoende uit die groep gehaald? Of zeg je van, bah, hier en daar had ik misschien toch nog een tikkelke meer progressie verwacht of dit of dat, weet ik veel. Dat is een heel persoonlijke vraag, hè, want jij kan spreken in jouw naam. Het bestuur heeft daar misschien een andere opinie over. Nee, ik ga zeker spreken in mijn eigen naam. Nee, want wie ben ik dat ik de gedachtegang van iedereen in het bestuur zou kunnen geven. Heeft hij daar het uiterste uit de kan gehaald? Heel moeilijk om daarin te zeggen. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat de omstandigheden waarop je als coach moet werken, of moest werken, dat die zeker niet gunstig waren. Hè. Wij hebben het al aangehaald. Heel laat spelers bijgekregen, moeten starten met een groep die eigenlijk ontoereikend was. We hadden op dat moment 17, 18 spelers, moesten er nog spelers bij komen. Plut komt erbij, de Israëlieten komen erbij, Som komt er nu bij. Niet zo eenvoudig om mee te werken. Hij heeft die uitdaging aangegaan, bewust aangegaan. Hij wist die ook heel goed waar hij aan begon als trainer. Hij steekt daar enorm veel energie in en dat beseffen de spelers ook. Dat is ook de reden waarom de spelers daar zo hoog mee oplopen. Omdat ze zien de energie en de inzet en de uren die de trainer dan besteedt om hen beter te maken, is werkelijk enorm. Ja, oké. Kan daar beter mee gewerkt worden? Nou, ik kan alleen maar zeggen, Dulivio is hier toegekomen. En ik moet eerlijk zeggen, dat was een gast die wij één keer gezien hadden. Met dus zekere progressiemogelijkheden. Die in Marseille zeker geen vaste waarde was. Die gespeeld heeft bij een veel lagere club. Die hiertoe kwam en iedereen hoor ik soms de kritieken van, allee, waarom staat hij er van in het begin niet in? Die jongen deed zijn fysieke testen hier. En ik denk dat Danny dat kan beamen. De eerste training en die kwam niet een halve straat achter, maar die kwam een volledige autostrade achter op de rest. Dus die heeft moeten groeien. Maar ik durf nu toch wel zeggen dat de trainer daar een heel goede rechterbak van aan het maken is. Revelatie zelf. Ja, oké. Die wat wij zeggen, kijk, dat is voor de toekomst zeker een sterke waarde. En ja, zo, ik kan hetzelfde zeggen met een Schies en met andere jonge gasten zijn er dan wat problemen geweest op het vlak van kwetsuren. Maar ik denk dat wij iemand hebben, of dat de trainer tot hiertoe altijd proberen positief werken is met de groep die hem ter beschikking gesteld is geweest. Nooit oog van de toren geblazen heeft om te zeggen, kijk, het is de schuld van dat of de schuld van dat of de schuld van hier. Dus ik denk dat ook niet anders kan. Ik vind onze trainer een vat vol emotie, na een wedstrijd vooral natuurlijk. Ik zou zelfs durven zeggen, durfde hij niet naar hier komen? Want uiteindelijk, ik vind hem een schitterende man om het publiek te entertainen. Hij kan dat als geen ander. We hebben hem denk ik niet eens officieel gevraagd, maar hij had er best mogen kunnen bij zijn als coach en als luisteraar. Was het een beetje moeilijk om te komen, denk ik? Maar ik denk ook niet, ik weet niet Wim, ik denk niet dat hij gevraagd geweest is om te komen. Maar ik denk voor de rest, ik denk dat hij dat ook een beetje moet inkaderen natuurlijk. Hè. Wat voor hem nu belangrijk is, dat is de wedstrijd van morgen. Hè. Dat is de wedstrijd van Waasland-Bever tegen Brugge. Dat is superbelangrijk. Ja. Ik denk dat het ook niet aan hem is om te zeggen, ik ga niet op vrijwillige basis daar even gaan luisteren en gaan kijken hoe dat men waarschijnlijk voor een groot gedeelte, want we zijn daarover bezig nu momenteel, voor het groot gedeelte van het gesprek over mij gaat hebben. Ik denk dat hij daar een heel goede beslissing mee pakt, dat hij in alle rust de wedstrijd van morgen voorbereidt. En nu dat hij, want moest hij hem dan gevraagd hebben om hier aan de tafel te zitten, dan zou hij dat ook wel gedaan hebben, denk ik. Het is inderdaad niet gevraagd dat we daar duidelijk over zijn natuurlijk, maar ik weet dat er bepaalde mensen hier aanwezig wel in de zaal of in het themacafé, wel misschien gehoopt hadden dat hij nog te overtuigen was om te komen, maar dat hij misschien een beetje getwijfeld heeft van zou ik het doen. Alsof, hè? Ik bedoel, dat hoeft niet. Dus de bedoeling had hij de volgende keer. De volgende keer gaat hem van de partij zijn, hoor ik hier van de Wim. Zeg, Dirk, misschien een absurde vraag, maar
Is er in de winterstop nog iets mogelijk? Hoeft dat nog? Kan dat nog? Twee vragen. Hoeft dat nog? Kan dat nog? Je hebt daarnet Bas diezelfde vraag gesteld. Hè? Hij was daar eigenlijk vrij categoriek en hij zegt nee, met deze groep gaan, gaan we dat doen. Ja. Ja. Dat was zijn antwoord. En u deelt de mening van Bas? Ik ben daar iets voorzichtiger in. maar toch wel ook heel duidelijk. Als wij moeten spelers binnenhalen van het niveau zoals we er momenteel hebben, dan denk ik dat we dat absoluut niet hoeven te doen. Want dat gaat ons alleen wat extra centen kosten, dat is één. En dat gaat voor heel wat onrust in de groep daar nog een keer zorgen. Want wij hebben nu een groep die goed gevormd is, waaruit een bende kameraden, dat durf ik gerust zeggen. Als daar dan een vreemde eend in de bij komt, die eigenlijk maar van hetzelfde niveau is en die geen meerwaarde biedt, ja, dan weet je zo dat dat om miserie vragen is. Als u mij vraagt, Dirk, kunnen we erin slagen van echt iemand binnen te halen die een absolute meerwaarde zou kunnen betekenen voor de club, dan zeg ik, dan gaan we daar alles, maar dan ook alles aan doen om die persoon hier binnen te halen. Omdat dat niet weegt op de groepsfeer, want op dat moment zijn voetballers dan wel een klein beetje egoïsten, want als je iemand kunt binnenhalen die kan zorgen voor extra punten, voor extra centen, ja, dan zeide jij die mijn vriend waard gisteren onmiddellijk vergeten. En is Wim onmiddellijk mijn beste vriend. Dat is heel duidelijk. Ik leg het misschien een beetje schetsend uit, maar daar draait het eenmaal op. Ja. Op uw vraag dus. Ja, wij willen wel kijken wat dat er kan binnengehaald worden. Maar het moet dan wel degelijk echt een versterking zijn voor de ploeg. Hè. Ja. Zeg Dirk, ik weet nog toen we hier een jaar of 3 geleden aan de tafel zaten, weliswaar zonder micro, toen de fusie nabij was. Dan heb ik wel een beetje te doen gehad met jou, in de zin van, speel dan maar een keer klaar om die mensen van SK Beveren tevreden te stellen, de fusie enzovoort enzovoort. Ik vraag me af, na 2,5 jaar, is die fusie nog een dagelijks item op jouw agenda? Word je daar nog vaak mee geconfronteerd met die situaties waarvan je zegt van wanneer gaat dat een keer stoppen? Of zeggen van, och, het valt allemaal wel mee, we zijn er bijna doorheen, de zure appel is bijna op. Eigenlijk, voor mij is dat heel makkelijk om daarop te antwoorden, want het antwoord is klaar en duidelijk. Het aantal kritieken, soms onmenselijke kritieken vind ik, want dat ook mag gezegd worden, onmenselijke kritieken, die ik dan in het openbaar lees en die iedereen van jullie leest, wegen niet op, tegen de onnoemelijke vele positieve commentaren en felicitaties die ik krijg. Maar deze mensen, die zetten dat niet op een forum, die zetten dat niet in de krant, die schreven dat niet van de daken, maar die komen bij mij en die geven mij een klop op mijn schouder en die zeggen, Dirk, verder doen, joh. Dat doet veel meer plezier dan die tientallen commentaren waar ik dan van zeg, van ze hebben mensen met weinig levenservaring, want dat mag ik dan ook niet zeggen, want daarmee wil ik eigenlijk zeggen, ja, ik weet niet wie dat daar achter dat potlood of achter dat tijdmachine zit natuurlijk, want mijn deur, en dat weten ze, staat altijd open. Ik heb nog nooit iemand van de supporters geweigerd. Integendeel, er zijn al mensen, misschien ook in de zaal hier, die gevraagd hebben, kan ik hier komen spreken? En ik zal daar altijd de nodige tijd voor uittrekken. Een half uur, een uur als dat moet, omdat ik weet dat dat super, super belangrijk is. De samenwerking supporter, want wij kunnen niet zonder jullie. Wij kunnen niet zonder de supporters. En wij willen er ook alles aan doen. Maar het moet allemaal een beetje op een menselijk vlak blijven. In een open geest en een open karakter. En als je mij zegt, heb je daar moeilijk mee? Nee, ik heb het daar niet moeilijk mee, want ik vind dat de fusie tot op vandaag voor 100% geslaagd is. Voor 100% noem ik dat geslaagd. Ik heb daar geen enkel probleem mee. En ja, ik kan alleen maar hopen dat we op deze manier, en we moeten nog veel bijleren, dat weet ik. We moeten nog stappen omhoog zetten, dat besef ik goed genoeg. Maar dat we op deze manier samen kunnen verder doen, en dan gaan we daar 100% voor het uit dat we daar ook in gaan slagen. Deugdoende woorden, en ik zou misschien nu wel de belangrijkste vraag van de avond willen stellen, het is daarom niet de laatste, maar wel de belangrijkste, Dirk. Ik merk soms bij de supporters een opmerking die mij niet zo veel plezier doet, of die mij een beetje ongerust maakt, zo van, stel dat het zou slecht aflopen, we moeten ook een beetje realist zijn, het kan altijd dat we uiteindelijk op plaats 15 of 16 eindigen, dat is de realiteit, dat kan.
Veel mensen koppelen daar dan onmiddellijk aan vast van, dan zou het wel eens gedaan kunnen zijn, dan zie ik ons niet meer terugkomen. Ik moet zeggen, ik kan alleen maar daarop antwoorden naar die mensen toe van, kijk, waarom zouden mensen die 2 jaar zo keihard hebben gewerkt om daar te geraken, waarom zouden die niet bereid zijn om eens na dat jaartje eerste, en spijtig genoeg een negatieve ervaring, niet opnieuw gemotiveerd zijn die stap terug te willen zetten. Kan jij de mensen hier vanavond geruststellen en zeggen van, kijk, stel plan B, hè, dat we dat moeten aanspreken, maar dan gaan we er echt opnieuw voor? Dus ik dacht dat hij mij al de moeilijke vragen al gesteld hebt, maar dat is wel degelijk de moeilijkste van allemaal. Waarom is dit de moeilijkste vraag van allemaal? Omdat ik pertinent weiger van daaraan te denken, aan dit doemscenario. Dat is positief, maar realistisch? Maar ik begrijp uw vraag. Ik kan alleen maar zeggen, en ik mag nu wel spreken in naam van het voltallige bestuur, denk ik, dat hier vanavond ook een paar aanwezig zijn, dat wij geen losers zijn. Wij zijn winnaars. En mocht het ooit gebeuren dat het verkeerd zou aflopen, dan gaan wij met nog meer energie en met de opgedane ervaring keihard vechten om terug te komen. Maar nogmaals, ik hou niet van die vraag, nee. Want ik wil daar eigenlijk niet aan denken. Wij gaan ervoor knokken en voor vechten, allemaal samen, dat wij van die 16e en 15e plaats verlost zijn en liefst zo rap mogelijk. Dat hoor ik ongelooflijk graag natuurlijk en ik wil dat zeker en vast aannemen. Maar om nog eens even dat negatief woord plan B in de mond te nemen. Hè. Kan dat? Laten we eerlijk zijn, we zijn ook geen dommerikken, maar kan je als club een plan B op de achtergrond houden? Ik vraag me dan altijd af, hoe kan dat? Wie zou er nu al bereid gevonden worden? Allee, enfin, nu nog niet, totaal niet. Maar wie vindt er zich akkoord om ergens maart, april, om te zeggen van, goed, dat is toch zo'n sympathieke club, dat Waasland Beveren. Volgend jaar wil ik hier terug zijn, al is het in tweede, en dan gaan we terug die stap zetten. Kan dat? Zijn spelers daartoe bereid? Ik zou zeggen, nee, ik geloof daar niet. Nee, dat kan ik volledig tegenspreken, denk ik. Hè. Ik denk dat Waasland Bever ondertussen gekend is, niet alleen hier in de regio, maar op nationaal vlak. En als je moet met spelers gaan onderhandelen voor een Waasland Bever dat in tweede nationale moet uitkomen, in een dergelijke omgeving, met een dergelijke infrastructuur, met een dergelijke supportersgroep, dan daar gaat je wel tal van spelers kunnen voor warm maken om dan te kiezen voor de club. Dus ik strijd dat volledig. Ik ga dat volledig ontkennen dat niet mogelijk zou zijn. Dat iedereen zou zeggen, oei, nou Waasland Beveren niet. Maar nogmaals, wij moeten daar momenteel niet aan denken. Wij gaan zoeken en zorgen dat wij tegen einde maart een heel goede ploeg en een heel goed team kunnen uitbouwen naar het seizoen 2013-2014 toe. Daar ben ik me alleszins van bewust. Moest het lukken dat we ons redden, dat we daar enorm veel uit geleerd hebben en dat we naar volgend jaar toe absoluut een stap vooruit hebben gezet. Wie is voor jou, Dirk, de man van het seizoen tot nu toe? Halverwege wordt dat soms wel eens gedaan. Zo van die pronostiekjes of van die enquêtes van de speler van het seizoen, maar dan halverwege. Wie is dat voor jou tot nu toe? Ook heel moeilijk om in te schatten natuurlijk, hè. Om te zeggen als manager van een club, om te zeggen, kijk, ik geef die en die, ik geef dan een beetje het voordeel van de twijfel en dan zeg ik dat Olivio wel de man is die mij het meest in aangename zin verrast heeft. Ja, dat kan ik volmondig beamen, moet ik eerlijk zeggen. Schitterende speler, ik hoop dat die blijft sowieso waar we ook spelen. Ja, Dirk, het is een beetje insoms, hè. Voetbalploegen die samenwerking zoeken met andere clubs, binnen buitenlandse clubs. Is dat hier ooit al ter sprake geweest? Samenwerking zoeken in het buitenland met die of die of die club? Dat zijn zeker ook punten die al op het agenda gestaan hebben en zagen we dat over nadenkt. Alleen de ervaring, denk ik, in België leert ons dat dat niet zo evident is om samenwerkingsakkoorden af te sluiten met gelijk welke club. Want uiteindelijk wil iedere club wel zijn beste spelers voor zich houden. En u gaat zeggen, ja, maar een tweede rangs speler van, laat ons nu maar noemen, een Lissabon of een Manchester United of zo, dat kan toch altijd nog wel een meerwaarde betekenen voor ons. Geloof mij vrij, ik spreek toch al een klein beetje over ervaring, dat het niet de tweede rangs speler is die men u aanbiedt. Maar zelfs de jonge derde rangspeler die men nu zal aanbieden. En zijn er in het verleden al positieve zaken geweest? Ja, ik denk dat Antwerpen al een paar goede ervaringen had heeft met Manchester.
Ik denk dat Cercle Brugge een paar goede ervaringen gehad heeft met Lissabon. Ik denk als je bij Dender gaat en je vraagt naar de samenwerking met Murcia, dan ga je daar direct een lap rond je oren krijgen, denk ik. En zo zijn er ook wel heel wat negatieve ervaringen. Moeten we die piste bekijken en moeten we die piste openhouden? Zeker en vast. Nooit tegen enkele piste mogen zeggen van daar kijken we niet naar. Nee, nee. Maar je moet altijd kritisch zijn en ook kijken, kunnen die bepaalde spelers die dan naar hier moeten komen en moeten spelen, echt een meerwaarde betekenen en moeten daarvoor dan onze eigen mensen plaatsruimen. En die zaak moet je heel, heel kritisch en heel objectief trachten te beantwoorden. We kunnen er niet omheen, Dirk. Jij bent de vertegenwoordiger van een heel goed bestuur, maar jij bent toch wel de man die bij veel mensen wordt beschouwd als een beetje het brein in het verleden bij de vorige club en de huidige club. Hoe zit dat? Ik ken jouw leeftijd absoluut niet, dus neem me dat niet kwalijk. Maar aan jouw gedrevenheid hier te horen, kan ik me gelukkig prijzen. Jij bent nog niet de man die van plan is om morgen te stoppen. Hoe zit dat? Nog voldoende vuur om er tegenaan te gaan de komende jaren? Ik weet dat ik er heel wat jaren ouder uitzien als dat ik in feite ben. Dat weet ik niet. Dat maar het vuur en het zin om daar te werken. Ik wil eerder duidelijk zeggen, het feit dat ik op deze stoel zit, is eigenlijk, daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. Hè, want het is, ik denk het, mocht ik in mijn positie zo zeggen van kijk, die plaats wordt vakant. Ik denk dat je ze hier allemaal niet binnenkrijgt van diegene die een kandidatuur zouden stellen om op deze stoel. En terecht ook, want het is een schitterende job. Een enorm grote uitdaging waar dat heel hard voor moet werken. Maar ik moet eigenlijk het woordje moogt werken gebruiken. Waar je heel hard voor moogt werken. En als je dan, zoals in ons geval nu de laatste jaren, dan eigenlijk van het ene succes in het andere tuimelt, is dat enorm prettig. Maar, ik zeg altijd, de sterkte van de persoon of van de mens komt maar naar boven op het moment dat het wat minder goed gaat. En het is nu dat ik en wij met z'n allen van het bestuur ons ten volle moeten bewijzen dat we ook in deze omstandigheden kunnen werken. En dan pas zult je op het einde van al die zaken een evaluatie kunnen maken en kunnen zeggen, voilà, die hebben het eigenlijk toch wel goed gedaan. En dat gaan we proberen doen, ook in deze minder periode. Ja. Het is nog niet de laatste vraag, maar ik kan alleen maar zeggen, ik loop hier al wat jaartjes rond en ik durf het wel zeggen. Ik ben ontzettend blij en ook wel overtuigd dat het lang geleden is dat we iemand met uw kwaliteiten precies op die stoel hebben gehad. En dan wil ik absoluut niemand van de voorgangers hiermee tekort doen, maar ik denk op dat vlak dat je een zegen of een godsgeschenk was. Dus blijf nog even bij ons, Dirk. Zeker altijd, vanaf. Altijd gevaarlijk als je zo begint ja, te spreken. Ja, maar dan is je zegt geen trainer, hè? Zeg, hoe zit dat met de bouwwerken? Want er wordt wel eens gezegd van achter het doel daar enzovoort en zo verder. Nieuwe bouwwerken. Hoe zit het daarmee? Want dat verdwijnt misschien een beetje uit de aandacht nu door het sportieve eerste klasse. Dat brengt enorm veel mee met zich. Maar hoe zit dat met de bouwwerken? Maar ik denk dat we op dat vlak ook al heel zware inspanningen hebben moeten leveren als club. Hè, want daar staan de mensen ook niet zo heel dikwijls bij stil. Als je weet dat dit jaar, en ik ben blij dat onze financieel verantwoordelijke hier ook vandaag aanwezig is, die zal het alleen maar kunnen beamen. Als je weet dat dit jaar ongeveer 25, zelfs 30% van ons totaal budget gaat naar infrastructuurwerken die wij eigenlijk allemaal als club zelf bekostigen. Laat me dat toch wel heel duidelijk zeggen. Wij zijn de gemeente Beveren enorm dankbaar voor hetgeen dat wij hier allemaal mogen beleven. En we zijn enorm dankbaar voor de steun. Maar, en dat is ook geen geheim, de enige financiële inspanning die de gemeente Beveren gedaan heeft, en werkelijk te zeggen van, kijk, club, dit geven wij hier aan de club. Dat is de veldverwarming die wij dit jaar gekregen hebben, die ook een absolute noodzaak was. De rest wordt allemaal heel netjes en heel keurig door onze club betaald. Wij hebben zware inspanningen moeten doen op infrastructureel vlak. Hier rechtover in de nieuwe tribune. Iedereen, of sommigen onder jullie misschien niet, maar de afspraak die er jaren geleden gebeurd is tussen de gemeente, tussen de Nederlandse projectontwikkelaar, en de club zijn de KSK Beveren, was eigenlijk niet zo erg voordelig voor de club.
Je moet geen Hollander zijn om daar alles uit de kant te slepen natuurlijk, maar als je weet dat de Nederlanders daar van de nieuwe blok het volledige gelijkvloers in eigendom hadden, of laat het mijn eenvoudige term zeggen, in eigendom hadden, de twee grote hoekoppervlakten op het eerste verdiep, de twee grote hoekoppervlakten op het tweede verdiep en het volledige derde verdiep in hun eigendom hadden, dan moeten we wel zeggen dat ze goed onderhandeld hebben in de tijd met de gemeente en met KSK Beveren. Wanneer dat wij dan toekomen en wij worden met dergelijke zaken geconfronteerd, en zeker dan wanneer je dan de promotie maakt en je weet dat het derde verdiep eigenlijk onbereikbaar is en je moet dat gaan aankopen van diezelfde Nederlanders, dan moet je daar geld in investeren en dat heeft ons aardig wat centen gekost, maar dan staat er dan nog altijd met een stuk beton, laten we zeggen, dan is daar nog geen een halve meter elektriciteit, nog geen een halve graad verwarming of nog geen een halve drup water, om nog maar te zwijgen van de fijne afwerking. Dus daar zijn we momenteel heel druk mee bezig en ik denk dat we daar ook al naar de supporters toe de nodige inspanningen voor gedaan hebben, onder andere het Avia Café en het Sibel Café, daar waar het vroeger in de gangse tribune maar een klein drankenpunt was van 2-3 vierkante meter, hebben we nu toch twee heel mooie ruimtes gecreëerd op het derde verdiep, die nog weliswaar verder moeten afgewerkt worden, maar doordat toch ook al rechtstreekse tv-beelden en zo verder te zien zijn. Wij hebben morgen de wedstrijd tegen Club Brugge. Voor het eerst denk ik dat we de kaap overschreden hebben. Ik noem het graag in zijn totaliteit. Zowel eters, themacafé, als eters hier rechtover in de nieuwe tribune overschrijden we de kaap van de 800 eters. Dat is, kan u zeggen, dat is schitterend. Fantastisch, fantastisch. Als wij op Lokeren waren, 2 weken geleden, dan sprak men van Lokeren bestuur uit en zei van zo'n wedstrijden, daar doen we het voor. Mm. Voor het volk, want wij hebben vandaag 325 eters, zeiden ze. We zitten aan een gemiddelde van, en echt waar wat ik zeg, we zitten aan een gemiddelde van 90, 95. Ja, dan kan ik alleen maar fier zijn dat in onze club dat we morgen getallen van 800 boven uitspreken. Als je weet dat het hier morgenavond hierboven uit zijn voegen barst en hetzelfde hier rechtover. Ja, dan zijn we goed bezig, denk ik. En dan hebben we een club waar toekomst in zit. U sprak mij ook, want ik wil dat niet uit de weg gaan, u sprak mij ook over de plannen die er zijn voor de nieuwe tribune achter het doel, langs de kant van de Klapperstraat. Ik kan hier bevestigen dat die plannen heel concreet zijn. De gemeente Beveren heeft, denk ik nu ondertussen allemaal, x aantal huizen onteigend. De plannen zijn daar om daar, bij mijn weten dan toch, sociale appartementen op te zetten. En langs deze kant zou er dan een spikspunt een nieuwe tribune komen, waarvan de plannen in detail moeten gemaakt worden in 2013, om te starten in 2014. Dat zijn de plannen, concreet. Wij gaan er met z'n allen voor vechten dat dat ook tot uitvoering of ter uitvoering zal komen. Wij weten dat we daar nog een beetje moeten groeien en dan hopen we dat we ook nog wat supporters kunnen bijkrijgen om die tribunes allemaal te vullen. Maar ik ben er zeker van, met betere resultaten en met de doelstelling die we als club hebben om een standvastige eerste klasse te worden, dan moet dat ook wel lukken. Dat is allemaal zeer hoopgevend als je het mij vraagt. Dirk, als je het dan toch over die supporters had die de tribunes moeten gaan bevolken, hoe zit het met blok E en zo? Ik heb dat allemaal, moet ik eerlijk bekennen, van op afstand een beetje gevolgd. Ik ben daar echt heel eerlijk in. Zijn die blokjes wat glad gestreken? Komt dat allemaal goed? Ik heb persoonlijk nooit problemen gehad met de mensen van blok E. Men heeft mij een keer verweten, dat kan toch niet, dat hij de mensen van blok E niet kent. Nee, ik ken natuurlijk niet wie dat... Ik kende wel de blok E, maar ik kende niet de mensen die in de blok E zaten. En wie zou ik zijn om die mensen te bekritiseren? Want ik denk dat het juist de sfeermakers zijn die wij nodig hebben. Of dat die nu in blok E, in blok F of in blok G zitten. Dat maakt mij persoonlijk daar niet zoveel uit. Ik ben eigenlijk heel blij dat we die mensen hebben. Dus bij mijn weten, ik heb daar ook nooit geen probleem mee gehad. Blijkbaar worden dan bepaalde zaken geschreven of gedaan die dan achteraf wel herroepen worden wanneer we dan een keer samen zitten. Ik ben blij, Wim kan daar getuige van zijn. Ja, dat was denk ik op een half uur of op een uur was dat allemaal geregeld. Dus al die heisa was voor niks nodig geweest. Maar nogmaals, ik heb het ook gezegd, ik heb enorm veel respect voor de supporter. Ik vraag alleen dat de supporter ook hetzelfde respect heeft voor de speler, voor het bestuur, voor onze medewerkers, voor onze veiligheidsmensen. En het is alleen maar als we op deze manier samen kunnen
groeien, dat we tot iets heel moois kunnen komen. Dat hoor ik heel graag. Dirk, zo uit de losse pols, een meevaller dit seizoen en een tegenvaller. Als je er nu van elk één voorbeeldje zou mogen noemen, is er één ding waarvan je zegt, dat valt mij enorm goed mee, dit seizoen, en daar ben ik wat ontgoocheld in. De eerste vraag moet ik spijtig genoeg negatief antwoorden, want daarvoor ben ik een veel te grote winnaar. En als ik verlies, dan kan ik mij met de beste wil van de wereld niks positiefs voorstellen, want voetbal is nu eenmaal allemaal winnen. Natuurlijk, wat zijn de meevallers? Ik zie hier de sfeer op de tribunes, de verplaatsingen, de supporters die daar in de stadions, zowel op Anderlecht, maar ook op Kortrijk, ons allemaal naar betere prestaties. Dat zijn voor mij de meevallers. Er is maar één meevaller dit jaar, dat zijn de supporters. En de rest, moet ik eerlijk bekennen, gaan we heel hard aan moeten werken om dat ook in dezelfde lijn te krijgen. Nu, als je aan zo'n fusie begint, denk ik, dat is altijd een beetje een sprong in het duistere, Dirk. Je begint aan iets, je hebt de allerbeste bedoelingen, enzovoort, enzovoort. Tot nu toe heeft dat allemaal opgebracht, of heeft het de moeite waard geweest, heel dat initiatief? Maar ik denk dat het heel duidelijk is. De fusie was dus met twee clubs. Langs de ene kant dat jij RS Waasland, waar dat het water tot aan de lippen stond, en zelfs al een beetje daarboven. Met moeite nog in tweede nationale kunnen ademen door de neus. Maar we zeiden, oké, er moet iets gebeuren. En we hadden ook een drie-puntenprogramma naar voren gebracht. Waar we zeiden, oké, kijk, wij boeren verder zoals we bezig zijn. En moeten we binnen 2 jaar of binnen 3 jaar de boeken neerleggen, dan zij het zo. Want ja, financieel kunnen we dat niet houden, jaar in jaar uit aan de top spelen. Plan 2 was van oké, laat ons dan maar terug degraderen naar derde nationale of zelfs naar vierde nationale. En plan 3 was met de Stad Sint-Niklaas te gaan spreken, maar dat bleek dan ook niet mogelijk. Dus dat was het verhaal van Waasland. Dat geef ik grof toe. Langs de andere kant had je dan het verhaal van KSK Beveren. En ik denk dat jullie daar nog veel beter mee bekend zijn dan ik. We hadden gezegd van oké, schitterende accommodatie, schitterende supporters, maar met enorm veel financiële problemen. En ik werp geen steen in naar KSK Beveren, want kijk, ik hoor het van Bas zeggen, vandaag Alemannia Aachen, 6 miljoen euro schuld, Duisburg, Duitsland, idem dito. En geloof mij, er zullen in de toekomst nog clubs komen. Hè. Men heeft nu ook de mond vol over die fair play game, waar men gaat de financiële kant van de clubs gaan. Oké, dat moest er al heel lang zijn. Want iedereen mag schulden hebben. De voetbal mag dat blijkbaar allemaal enorm veel schulden hebben. En toch blijven verder leven. Maar ik weet, oké, iedereen kende de situatie van Beveren. En ik heb altijd gezegd, mocht KSK Beveren er niet geweest zijn, dan bestond Waasland niet meer. Maar ik durf ook zeggen, moest Waasland er niet geweest zijn, dan was hier ook absoluut geen sprake niet meer van voetbal op een mooi niveau op de Vreti. Ja. En hetgeen waar we nu mee bezig zijn, heeft dat een toekomst op het hoogste niveau, Dirk? Want dat was eigenlijk een beetje de insteek naar de vorige vraag van, je moet dat altijd wat afwachten, zoals ik daar juist zei, dat is een stap in het duister, in het onbekende. Maar met alles wat je nu weet, kunnen wij op termijn met de juiste mensen en de goede werking ons plaatje in eerste opeisen? Dat is nu eenmaal een punt waar ik geen 100, maar 200% van overtuigd ben. Ik denk dat wij hier een schitterende toekomst kunnen hebben. Hier op de Vreti in Beveren. Wanneer, en dat nemen sommigen mij ook dan wel kwalijk, wanneer dat we onze grenzen durven openzetten. En dat wil zeggen, wanneer dat we niet alleen kijken op onze zakdoek hier rond de Vreti, maar wij moeten wel degelijk kijken buiten de gemeentegrenzen. Wij moeten kijken naar het Waasland. Wij moeten kijken vanaf Waasmunster tot en met Zwijndrecht. Wij moeten kijken van Zeeuws-Vlaanderen tot en met juist over de Schelde. Ik zal er Borne maar bij pakken. Oh ja, Vlaam-Brabant. Pak maar. Waarom niet? Ik denk dat dat de regio is waar dat we moeten naartoe gaan. Ik denk dat we daar een enorm groot voordeel hebben, om maar één ploeg op te noemen, op Lokeren bijvoorbeeld, die daarin veel bekrompender zit. En ik ben, ik heb het hier ook meegebracht eigenlijk, want ik was eigenlijk van plan van het nu nog niet te zeggen, want ik zei, er gaat nog straks wel een andere vraag komen en dan moet ik dat bovenhalen.
Maar dit zijn de eerste conclusies van die supportersenquête die we vorige week gehouden hebben. En dat er nu weer documenten zijn uitgedeeld. En vandaag heb ik naar Kenneth, dat is de man die stage volgt bij ons en die dat in elkaar gestoken heeft, gebeld. En hij was daarnet ook, hij zal dat zeker kunnen maken. Ik zei, Kenneth, ik geloof dat eigenlijk niet, wat dat hier staat. Hij zegt, hij mocht er 100% zeker van zijn, iedere stem is geteld en allemaal goed geteld. En als ik dan zie dat er voorlopig nog maar hoor, want het is nog maar een fragment, maar dat er toch een 600 mensen al dat formulier hebben ingevuld, 600, dat is toch al een mooi getal. Ja. En als ik dan zie van waar komen die mensen die dat formulier hebben ingevuld, dan lees ik hier dat ongeveer een 35% van die mensen die dat ingevuld hebben van Groot Beveren komen. 35%. Dat daarvan 14% komt uit Groot Sint-Niklaas. En als je dat dan samentelt, dan komt het op 49%. Ja, ja. En dat verheugt mij enorm. Dat verheugt mij enorm. Want dat wil zeggen dat er 51% van de mensen die dit hebben ingevuld, niet in Groot Beveren of niet in Sint-Niklaas wonen. Het verbaast mij, want ik had dat nooit kunnen denken, maar het verheugt mij ook. Want het zijn, nou, het verwondert u ook waarschijnlijk, hè, maar wel, ik geloof het ook eerst niet. Maar dat verheugt mij, want dat is de toekomst. Want van zodra dat het wat beter begint te gaan met ons, dan ben ik er 100% van overtuigd dat men van de bevolking in Beveren, dat we terug iedereen naar hier naar dat veld gaan krijgen. Daar was ik niet zo van erg van overtuigd dat we buiten de gemeentegrenzen ook nog meer mensen naar hier kunnen gaan. Maar als ik zie dat we nu al aan 50% van de deelnemers zitten buiten Beveren en Sint-Niklaas, dat is de toekomst. Wij moeten onze doelzone veel groter maken. Want de voetbal gelooft mij vrij, op termijn kunnen wij er niet komen met 5.000-6.000 supporters. En dat mogen allemaal nog trouwe supporters zijn, maar we gaan meer mensen nodig hebben. Wij moeten in de Eerste Nationale naar een gemiddelde kunnen gaan van 9.000-10.000 supporters. Anders is het absoluut niet haalbaar, zelfs in België niet in Eerste Nationale. En dit is maar een klein detailje dat ik hier nu kom te vertellen, maar ik geloof er zeker in. Want wij hebben een doelenzone waar we de voetballiefhebber uit moeten recruteren. Wij zitten, en dat is ook al dikwijls gezegd geweest van, oké, en waarom, het is nog altijd niet in orde met Linkers, Scheldehoever, daar moet toch veel meer uit te halen zijn. Tuurlijk moet daar veel meer uit te halen zijn, maar er zijn twee heel voorname punten, en laat mij toe dat ik dat ook zeg, dat is dat de mensen op Linkers, Scheldehoever toch wel niet zo'n goede ervaringen gehad hebben in het verleden, en heel dikwijls druppels op een hete plaat hebben moeten leggen en nu toch wel een beetje voorzichtiger zijn. En ik merk dat nu ook, vuur en muziek komen deze mensen wel los en zeggen oké, het is een nieuwe club, het is Waasland Beveren die daar speelt, nieuwe club, wij gaan daar ook onze schouders onder proberen zetten. Dat is één, wij hebben nu eenmaal, en natuurlijk, tweede ekelpunt nu, of ekelpunt moet ik ook wel toegeven, dat de economische toestand ook niet zo van die aard is, dat de bedrijven maar met honderdduizenden euro's gaan gooien om clubs te steunen. Maar ik blijf erin geloven, op termijn moet dit een bron zijn die we zeker verder moeten aanboden en waar we gebruik van moeten maken. En als we dan zowel op supportersvlak als op het vlak van mogelijke partners en sponsors op die weg kunnen ingaan, dan zeg ik 100%, wij hebben hier een toekomst in Eerste Nationale. Dat is een fantastisch slot wat mij betreft, maar de mensen hier in de zaal, daar ben ik van overtuigd dat er daar ook nog wel een aantal zitten die een vraag hebben voor u, Dirk. Dus, Wim, ik zou zeggen, het is aan u om. Ja, wie heeft er een vraagje voor Dirk? Ik zal het herhalen. Zie jij eigenlijk graag voetbal, vraagt iemand. Want de mensen kunnen dat misschien... Ik ken de bedoeling van uw vraag, ken ik wel, omdat hij zegt van, ja, je zit niet altijd dikwijls naar de voetbal hier te kijken. Het is altijd de bedoeling... Het is omdat we een trainer hebben die niet laat voetballen. Omdat ik een trainer heb die niet laat voetballen. Ja, oké. Ik had niet verwacht dat het daarin was... Nee, ik denk, we hebben er al over gesproken en ik heb daar gisteren ook nog met een tiental supporters, waar hier ook een paar van binnen zitten, nog buiten gestaan. Dat is het mooie aan het voetbal, hè? Wanneer dat we hier aan iedereen een blad moesten geven en moeten zeggen, we gaan het zo en zo doen, dan ga je hier heel veel verschillende opstellingen krijgen. En de ene ziet het zo en de ander ziet het zo. Dat is het mooie aan voetbal. Weet alleen dat ik er 100% zeker van ben dat de trainer bij ons zijn uiterste best doet om met de mensen die hij heeft een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Je hoort het hier, de Nolander, ik heb hem niks ingesproken, de Nolander die van het Nederlands voetbal komt,
zeggen wat zijn de beste wedstrijden. Hij zegt niet de wedstrijden op Kortrijk, hij zegt niet die wedstrijden. Hè. Of hij zegt niet een tweede helft op Club Brugge, waar we daar schitterend gespeeld hebben op Club Brugge. Dat weet ook iedereen. Maar hij noemt de wedstrijden op Lokeren en hij noemt de wedstrijden op hier tegen Charleroi. Dat, ja? Ik denk dat er moet, want iedereen zit daar net te zeggen van, we spelen met die twee controlerende middenvelders. En iedereen zit dan te zeggen, ja, dat is goed, we zitten met twee controlerende middenvelders. Maar vergeet het dan van met twee spitsen te spelen, hè? Want dat kunnen dan niet. Hè? Je kunt niet met twee controlerende middenvelders en met twee spitsen spelen. Want anders zit er met een onevenwicht. Dus verstaat u, ik wil daar rust uren over discussiëren. Hè? Maar ik denk alleen dat iedereen er zijn eigen mening over heeft. Maar zeggen van, ja, ziet jij graag voetbal? We zitten met een trainer die constant zegt van, trap.